Dat komt morgen aan de beurt. Lekker. Ik loop gewoon naar afdeling op als tropdas en schreeuw, wie kan de sub netten? De tyfus, doe. Heb je een rekenmachine voor, toch? Dan lukt het me nog niet eens zelfs. Oh. Ik heb geen idee hoe dat moet. Subnet is voor homo's. Ik zal het morgen nog even een keer vertellen. Ja, help Tony, je hebt het al een keertje geprobeerd. Kijk, laat ik je foto zien. Wie rijdt zo langzaam dan? Is dat Krullenbol die aan het beuken is? Ik hou juist heel veel ruimte, jongens. Ja. Jezus. Zo. Good first lap. Keep pushing to the front. Oh, grasmat. Oh. Lakschade, fakkel, sorry. Nee, maakt helemaal niet uit, joh. Ik heb nog wat verf in de garage staan hier. Spannend, hè? Hey, joh! Ja, penalty. Ja, klopt. Ja? Echt waar? Ja. Echt penalty, 2 seconden, ja? Maakt niet uit, want we weten allebei welke van onze beter is. Nee, dan heb ik hem nog goed. Jammer dat de praktijk anders uitwijst, maar dat maakt niet uit. Je hebt geen tijd om te beuken, Shadow. Wat zeg ik nou? Dat is die auto sloom, zeg. Ja. Oh, ik zie in de verte een auto. Nee, nog 2. 5 totaal. 5 ronden en nog 2 ronden. Kleine nog niet op bed liggen, Michiel. Ja, inmiddels wel, allebei zelfs. Oh. Die slapen nog niet. Een beetje zomertijd issues. Ja, precies. Ja, mooi weer, ja. Dat ook, ja. Nou, Shadow, tik fakkel nog even een keer aan, dan kunnen wij nog gezellig meedoen. Hij is heel keurig aan het rijden. Is het huilen, ja dan? Fakkel kun je de hele kofferbak eraf rijden, maakt het geen het uit. Is tot nu toe een heel respectvol dueltje. Heel goed, jongen. Ja? Maar uitgeremd in de bocht, ja? Ach, penalty. Jammer.
Kijk, toch nog derde geworden, yes. Netjes. Ja? En Daan, zit je er inmiddels weer bij of niet? Ja, ik zit te kijken hoe jullie aan het rijden zijn. Oké. Okay. Het moet wel lukken. Hij klapte er vorige week wel vaak bij jou uit, zeg. Ja, ik weet nog steeds niet waar het aan ligt. Omdat het gewoon netwerk was, dat nou wel wat beter gaat. Maar zit jij dan, klapt hij dan terug naar de desktop of krijg je beeldvries dan? Nee, nee, letterlijk als je gewoon, hij blijft gewoon laden. Oké. Okay. Nee. Maar dat komt nog. Ga nog winnen, jongens. Ja, moet je winnen van je vrouwtje. Ja. Ja, dat... Mag niet meer aan de zitten vanavond. Nee, jongens. Ik wil eigenlijk... Daar hou ik ook een beetje in, toch? Waarom rijden jullie nou niet? Waarom blijven jullie nou stilstaan? Ja. Of met de handrem en dan duw hem gewoon met vier man vooruit, weet je wel? User joined your channel. Aloha. Hallo. Ja, je zat zeker nog op het terras, Evert. Ik had lekker de Big Green Egg aangestoken. Ah. Ik dacht, het is zo mooi weer. Ik heb slagen aan de overkant zitten, dus ik heb aangedoken en een paar stukjes vlees gehad. Lekker hoor. Ja, bij mij was het alleen gebleven bij de barbecue schoonmaken. Maar, maar vanmorgen toch? Hè? Morgen een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, precies. Kijk, lekker een hamburgertje, een paper beeflapje en een lemsrekje. Oh, later, tot zo. Ja. Ah, lekker hoor. Nou, Cello die appte net, die gaat het niet redden. Dus die zeg ik, scheelt weer een beuken minder. Oké. Okay. Heel goed. En Sam die moet zijn spiertjes nog bewegen, dus die komt hem over een half uurtje. Ah. En ik denk dat Hachi volgens mij niet meer komt. Oké. Okay. Dat was ook een notarenbeuker, dus... Ja, die zat ook als enige te zeiken dat er te veel gebeukt werd. Maar Dat dacht hij zelf altijd anders over. Ja. Inderdaad, ja. Snap ik. Het gaat allemaal om de gezelligheid, hè? Maakt allemaal geen zo'n geflikker. Ja, precies. Ja, gezelligheid. Nou weet ik niet meer waarom ik hier ben, hoor. Nu ben je helemaal vertwijfeld. Ja, nou ben ik helemaal weer van de leg af. Oh, ik ben net te laat, ik zit er net niet bij. Nou, ga ik even spectaten. Nou, het is nog maar één rondje. Dat maakt het niet uit, joh. Oh, die is mooi. Oh, jammer. Oh, jullie waren al bezig. Ja, ik heb gewoon 5 races opgestart en dan... Nee, maar ik zag zijn startscherm, dus ik denk van, oh, er gaat een nieuwe race beginnen, maar jullie zitten gewoon al in de race. Ja, waarschijnlijk zit hij hier nou op spectator mode. Ja, nee, helemaal goed. Ik zit naar een zekere 3DGN Flash te kijken. Oh god, nou. Janken. Dan zou ik maar een vak... Als je gewoon janken, dan moet je bij Paul kijken, hè, bij Paul. Even warm om 8 ballen. Dat is de 3 band is dat.
Maar dan kun je meer lol bij mij hebben, denk ik, op dit moment. Nou, ga ik ze bij elkaar eens even kijken. Nee, hoeft niet. Paul is beter. Nee, ik volg jou nu. Ja, maar dat, dan heb ik allemaal dat idee dat iemand me bekijkt de hele tijd. Die fakkel die zegt een natuurtalent, hè? Ongelooflijk. Hoor ik graag. Oh, ik zit hier naar Paul te kijken, maar ik ga schakelen snel door. Ik word misselijk. Ik ben niet de enige. Geitje, Paul. Wat heb je nou als rondetijd dan? 1.40? Ik heb 1.39. Lekker hoor. Hey, waarom rij je vierde nu in één keer? Brug uit de bocht. Serieus? Ja, je reed heel erg. Ik denk in één keer, hij is weg. Hij is zo snel. Maar... Nee. Nou, wil ik echt wel, de laatste plek. Beuk. Oh. Oh. Hou je niet. Nee. Nee. Krullenbol die probeerde nog even de laatste bocht. Lekker Chris, goed bezig. Dat was niet grappig. Was het niet grappig, nee? Nee. Iets te enthousiast. Je beukte me net te ver, dan moet je me precies rechtsachter tegen mijn linker achterwiel aantikken. Dan ga ik wel 360. Ah, ja, ik ben het beuken helemaal verleerd, jongens. Ja. Goed zo. Ah, Shadow ook. Die zegt dat hij niet graag gebeukt wil worden, maar hij vindt het oh zo lekker, jongen. Echt. Hij geniet ervan. Ja, jullie hadden Fakkel en Shadow hadden wel weer strakke rondetijden hoor. Ja, 1.51 is het, zo. Rustig aan rijden. Geniet van het uitzicht en zo. Geniet van het uitzicht en nou, ik wil die reclameborden goed bekijken van dichtbij. Panorama view. Panorama. Daarom zei ik al, ik weet niet waarom ik hier ben eigenlijk, zo leuk is het niet. Van buiten naar binnen afsnijden, hè, die bochten elkaar, dat kun jij. Oh, dat is het! Ja, kun je. Ik weet niet hoe jij die bochten neemt. Nu? Oh. Of is dit de vijfde? Nee, er komt er nu nog eentje. Oké. Dat is downhill. Top, Tama. Tama. Op de eerste. Nou, dan wordt het chaos. Verrassing dit. Ik denk dat jouw kofferbak kapot gaat. Ja, ik denk het ook. Ik blokkeer de boel wel even. Nee, ik ga niet weer. Ik ga niet weer zo'n afspraak maken, want dan word ik weer gesandwicht. Dat is de vorige keer. Iedereen tegenhoudt bij het begin, nee. Ja, die fakkelbrieger die heeft echt je vertrouwen in de mensheid weer ontnomen, hè? Ja. Kost een paar avondjes, jongens, maar ja. Dat ook. Dat heb je ja, het was één race, hoor. Toen kwam ik erachter. Oh, één race, maar. Oh jee, zit die Medion er weer bij, jongens? Oh nee, valt mee. Oh, vliegende start!
Oh. Oh. Wie deed dat? Krullenbol en ik. Ja, ik ben Krullenbol, maar... Kreeg je iemand in mijn rug? Ja, dat was ik. Ah. Ik zat naast je, jij ging naar links. Oh. Flash voor me rijden met een oranje sein en een rood sein. Ja, ik ben die tanker in het Suezkanaal, hè. Op zich zou ik prima kunnen met die lengte. Dat zeiden we net, dat 51 biljoen dollar kost, ja, dat geintje. Echt waar? Ja. Zoveel? Omdat hij al die andere schepen ook ophield, stonden er weet niet hoeveel te wachten. www.istheshipstillstuck.com Nou, hij is niet meer stuk, toch? Nee, maar daar staat ook het antwoord op, dat hij weer vrij is. Maar er staat ook bij hoe de berekening is en zo, hoe ze aan die schade aantallen komen. Een hoop centen. Nou, sorry, stuurfoutje. Maar het is wel apart, want als je dat kanaal doorgaat, dan komen er dus één of twee mensen aan boord die dat beheren, zeg maar. Ja, die heeft fout gemaakt. Ja. Dronken Egyptenaar. Ja, die had zijn dag niet. Waarschijnlijk had zijn vrouw het met hem uitgemaakt of zo. Vond u een grapje? Ja, in dat land wordt dan je vrouw gestenigd, toch of niet? Ja, ik wou net zeggen. Oh, ik zou ze gewoon verkopen voor een 40 kamelen. Ik zou dan dromedarissen nemen, dat is beter. In de achtertuin. Zeg, bochtje even. Dus je wil naar Egypte, Chris? Ja, ik kan ook even een duiktripje doen en iemand achterlaten. Nee, even op twee wielen, dat is ook wel weer knap. Iets te scherp ingestuurd shit. Ja, dat was was een mooie actie. Ja. Ja, het is ook niks voor een waterpolo jongen op het droog, hè? Nee, dat zie je wel weer. Spannend, Mark. Oh. Spannend, hè? Ja. Ik vind er geen zak aan, ik krijg maar je moet eigenlijk niet driften met die auto, want dat kost je ook tijd, maar... Vijfde plek. Nou, het is gebeurd. Die Shadow die heeft hem in de pocket. Kijk, rats, Shadow. Thanks. Bezig. Ik kan niet beuken, hè? Help. Hey, Bekar. Ja? Dus, voor het eerst laatste. Ja, kut hè? Nee, maar ik vind het zo'n leuke auto dit, echt waar. Paul is zo blij, hij wordt nooit meer laatste nu. Hij is altijd blij. Ja. Normaal pak ik Paul op het laatste moment altijd. Ja. Ik zat erop te wachten, maar... Ja, maar Paul is je stuurtje een beetje door nu, hè? Een beetje, ja. Ik slinger nog wel een beetje, hoor ik. Ik wou net zeggen, ik reageer achter jou Ik weet niet wat het is, joh. Ik weet dat we een borrel gehad hebben vanmiddag, maar dit was wel heel duidelijk.
Ja, ziekte van Parkinson. Oorzaak drank, denk ik. Of te weinig drank, dat kan ook, hè? Ja, dat kan. Ja. Je moet altijd veel drinken als het warm is, zeggen ze. Dat is zo, ja. Ik moet steeds aan dat filmpje denken wat op internet, zo'n vent die heel veel drinkt. En dan zegt die vrouw, maar als het er warm is, drinkt u dan water? Water? drink alleen maar kratten bier. Probeer je met een vergiftig of zo? Ja, dat precies, dat zei hij ja. Mevrouw, probeert u me te vergiftigen? Nou, dan gaan we iets snellers, hè? Want jullie zijn nou geoefend. Hey, maar aangezien jullie een stuk ouder zijn, hebben jullie al een vaccinatieafspraak of niet? Nee. Volgens mij is het nu 75 tot 80 aan de beurt, dus... Binnenkort ik denk dat Paul een kaartje in de bus heeft. Van mijn dealer, ja. Ja. Even kijken. De Ferrari Cup gaan we maar eens even doen. Even kijken. Righty. En dan gaan we... Met de Opel rijden. Er was toch zo'n leuke film van, Ferrari en Opel. User joined your channel. Hola. Hola. Nee, Ferrari en Ford. Oh, Ford. Andere Opel. Kut. Hey, kom net op tijd, Chan, want we gaan weer de volgende partij races starten. Kijk, die... Ah, nou mooi. Ik zal deze even wat minder doen, want dat is een beetje een lange baan. Dan hebben we deze nog. Ja, en... Oké. Als je nog 45 seconden hebt, dan ben je. Ja, dan wacht ik. Ferrari F34. Oh, die heb ik nog niet voor mezelf. Dan moeten we maar even kopen, hè. Heb je deze nog niet, Evert? Nee, ik heb lang niet alle auto's gekocht. Ik heb nog maar 27 miljoen, dus wat je zou nog meer doen? Ook niks. 27 miljoen, hallo hé. Ja, je moet niet alles kopen, je moet niet hebberig zijn. Ja, maar als je nou alles gekocht hebt en je hebt nog geld over dan? Ja, verdeel het onder de armen zou ik zeggen. Ja, er zit geen transfer dingetje in. Ja hoor, prima hoor. Robin Hood, jongen. Ja. Joining game. Ready. Ja. Jan, jij bent ook klaar? Of moet je je stuurtje nog afstellen? Microfoon waarschijnlijk nog. Ik ga hem starten. Dat. Heb je Karel nog gesproken even? Zou die nog komen? Nee, ik heb niet gesproken. Ja, hij is ook wel van het mooie weer genieten natuurlijk. Ja, meestal is het altijd wat later, hè? Dus, ja, die is altijd wat later. Zijn dochter werkt, geloof ik, en dan eten ze later en dan... Ja, hij smeet nog net een vacature online. Oh. Ja. Met zo'n hashtag quote waar je direct van over je nek moet, weet je wel? Oh, wat stond er dan? Vol energie naar morgen. Och, jezus. Ach, vriend, stik erin. Gaf. Oké,
Carl is iemand die ieder jaar... Net alsof je bloemetjes poept of zo, weet je wel. Echt, ja. What the fuck, joh. Hij is iemand die ieder jaar, iedere twee jaar, max drie jaar weer een nieuwe baan heeft. Dus, oh, echt waar, ja? Ja, hij blijft, nooit ergens, blijft elke anderhalf, twee jaar solliciteert weer ergens anders naar. Dan is hij weer klaar mee. Klaar mee. Hij zit nu bij het kadaster. Oh, ik zat nog steeds te denken dat hij bij school zat, maar... Kijk, en welke baan hebben we hier? Zijn wel leuke bakken, die Ferraris. Zeker. Dankjewel, Paul. Hola. Oh, sorry. Jongens. Jezus, Paul, man. Godsamme. Hé, hey, joh. Lukt dat niet? Drankorgel. Drankorgel? Ja. Ik word ook maar aangetikt. Samen. Zie Paul die een vlieg, jongen, die 360, 860. Oh, leuk! Jezus. Andere kant op, hè, jongens. Ja, ik dacht, ik draai de weg maar niet weer op. Hey Paul, wat is dat? Grasmaaien? Ja, man. Een hele dure grasmaaien. Ja, het is wel luxe. Ja, zeker. Mooi overdekt. Zo, dat is lekker spannend, Chris. Oh. Wat sammer. Grindbak. Ja. Deze is meer til happy dan mijn auto. Nou, die auto kan het niet tegen gras en curve stoontjes. Oh, nee. Dus dan moet je eigenlijk, als je te hard aankomt, even alleen het gas even liften. Op zich niet te remmen. En rijdt hij niet wat beter dan die fucking BMW van net? Ja, vond je die niet fijn rijden, die BMW? Oh, wat een strontbak. Nou. Oh. Echt, ik zou nog liever een Golf gaan rijden. Oh! Oh, ging hij zo mooi glijden die bocht in. Ik zag hem. Nou, waarom gaat hij er nou af? Nou, goed bezig, Evert. Ja toch? Netjes hoor. Met twee vingers in die nazen. Oh, ik red een stukje af, Evert. Ah, de snelste tijd, Nox. Ja, je was slecht bij het houden, Evert. Jammer. Nou ja. Ik sta er gelukkig vooraan, dus het scheelt. Ja. Maar zonde van Max gisteren, jongens. Of eergisteren. Oh, ja, dat was zo mooi, hè? Ja, mooi, ja. En... We hebben het samen geknepen billen te kijken, hoor. Dat is een beetje jammer dat je 34 ronden buiten de buiten pakt. En dan mag het in één keer niet meer. Ja. En dan moet hij zich terug laten zakken, omdat ze allebei erover gaan. Ik denk, nou, ja, debiel. Jongen. Gewoon debiel. Ja. Een beetje onterecht, hoor. Want als je het vergelijkt, die Hamilton die heeft gewoon 34 keer dat gedaan en max 10 keer of zo. Ja, dat is 24 keer 2 tiende wat hij hier pakt. Ja, precies. Dus in wezen was hij dan had hij gewoon in tijd of vet voorgelegen. Maar goed, dat is allemaal achteraf paraat natuurlijk. Maar goed, dat zegt genoeg voor de rest van het kampioenschap. Ik hoop het, ja. Ja, wel leuk worden. Dan, ik heb geen bakken.
Ik heb kaartjes voor Zandvoort, dus wel leuk als hij daar kampioen wordt, wereldkampioen wordt. Heb je er kaartjes voor, ja? Ja, ik heb kaartjes voor, ja. Wauw. Goed verkopen. Ja, dat zijn we maat al, want we gaan met z'n zessen gaan we erheen. Eigenlijk met meerdere, maar in ieder geval nemen we vier stelletjes, dus vrouwen gaan ook mee. Keil, van de acht kaartjes. Anders mocht je ze niet kopen, zeker? Nee, maar de acht kaartjes. Ik zeg, nou weet je, ik zeg, wie gaat er mee? Ja, zegt mijn vrouw, van, is gezellig, ik ga mee. Ik zeg, je kijkt nooit naar Formule 1, je stapt er geen reet van. Vanaf dat moment, dat is anderhalf jaar geleden, is ze gaan kijken. En ze weet nu wat een poepstad is. Maar ja, ze willen graag mee. Okay. Maar ik hoorde ook al een maat van mij zeggen dat die kaartjes hebben gekocht voor €350, dat je ze nu al eenvoudiger kunt verkopen. Ja, nou, hoor. Makkelijk. Ja. Makkelijk. Ja, weet je. Ja, dan heb je geld, wat dan? Is ook leuk om erheen te gaan, toch? Ja, zeker man. Poeh. Kan je een leuke videokaart van kopen? Ja, ik zou er een Nvidia logootje op plakken, dat is je nog meer waard. Die vrouwen kunnen mooi bier halen, hé. Ja, dat is waar, niet? Ja. Praktisch, ja. Even lachen wel, maar dat was ook de bedoeling. Dat was een hele weekend kaartje, vrijdag tot met zondag. Wow, cool man. Ja, ja lekker. Ja. Ja, we hopen dat het doorgaat. Ja. User joined your channel. Aloha. Hey, goedenavond. Hey, Carl. Goedenavond. Hey, Carl. Hey. Yes. Oh. Dan gelijk weer helemaal naar de tyfus gebeurd. Oh, ik ook hier. Echt niet te geloven. Ik kan ook geen normaal rondje meerijden in die kudde, echt waar. En die kudde nog wel. Ja, godverdomme. Stierenvechten staan er niks bij. En ook nee, Ferrari's, dat ben ik. Hè? Die auto van mij die stuurt nu al zo goed. Al die klapjes. Jezus! Die beukte daar tegen mij aan. Ja, dat was ik. Oh. Oh, ook leuk. Ik hoor een heleboel gerammel aan mijn auto. Ik kan ook zijn dat je die van mij hoort, hoor. Hoi, Paul. Ja. Klein tikje mag wel, hè? Ja, is dat zo? Ja. Ik dacht dat jullie juist de afspraak hadden niet meer beuken. Oh. En, ja, dat klopt wel, ja. Wordt echt keihard gebeten. Ik denk niet meer gedaan. Och, jezus. Ik rijd snel door, dan kunnen jullie niet zien dat ik het was. Thomas vliegt voorbij, jongen. Ja, ik moet nog een keer een avondje gaan oefenen, want het gaat nog niet echt lekker. Ik krijg een berichtje van Hachi. Nou, we zijn benieuwd. Ik zeg, wat blijf je nou? We zijn aan het racen, geen Destiny 2. En? Ja, ik kan het niet zien. Ik zal zo even naar de race kijken wat hij heeft gestuurd. Goeie bocht, Nox. Ja, dat is goed bocht voor jou. Ik ben gelijk weer bij. Oh, Giel mee ook nog voorbij. Tjonge. Jezus. Nice, Nox. Mooie manoeuvre. Nou, pak die fakkelbrigadier. Ja, dat moet jij doen. Ja, ik ben het door Nox ingehaald. Oh, dat gaat niet met z'n tweeën. Ah jongen, nee, sorry. Channel. Ik moest even een kant pakken. Vorige week zo rustig zonder die Shadow, hè. Ligt aan mij of kan deze bak niet remmen? Hij kan wel remmen, maar je moet wel op tijd remmen. Oh. Ja, dat kan ook. Ja, ik zie Mark niet, dus dat wordt moeilijk. Ja, je kunt op iedereen remmen.
Paul, die heeft ook kussentjes achterin, dus die kun je heel hard... Oké, als Paul. Ja, kom maar. Net voor mij. Remmen worden wel minder, ja. Oh, was ik al, had ik al gezegd dat de schade aanstond, Paul? Longshot, Nox. Karel is onze verslaggever. Ja, het, hij dacht hem binnendoor te prikken, bijna, maar het was bijna een vrij opportunistische move en hij lukte dus ook niet. Ah, Evert komt ook weer wat dichterbij. Ja, ik moet even deze auto een beetje leren kennen. Mark zit er ook niet te ver achter. Oh, Paul, wat ga je doen, jongen? Oh, man. Ga dus dwars op de weg staan. Ja, sorry. Even een slipje. Heerlijk. Two laps to go. Sommige auto's klinken echt heel brak. Ja. Yeah. Ik denk van Paul. Ja, echt. Die maakt zo'n pruttelgeluidje of je koffie zet. Klok, 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 klok. Oh, sloep. Ja. Maar dit de dag. Hey. Spannend zeg. Jezus. Ja, het zit allemaal redelijk dicht bij elkaar. Als iemand een fuck-up maakt, dan is het gebeurd ook. Hey, te veel gegleden, Evert. Ja, en ik heb net ook een muurtje geraakt. Iets hard door de bocht. Ik denk alles op alles, maar toen raakte ik een muurtje. Ja, dan ben je gelijk snelheid kwijt. En dan is het eigenlijk al bekeken. Je was helemaal wild. En heb je een Mark in je kofferbak? Joh, die flesje ook al achter me, dat is niet zo moeilijk. Ik was zo ver weg. Hai, Nox. Dan moet je zo over die brug, moet je meer links blijven. Dan kun je die tweede bocht veel beter aansnijden. Welke brug? Ik mis hem de hele tijd. Ja, dat klopt. Je gaat de scène over, hè? Ja, ik zat veel te ver naar rechts. Klopt. Hai, Mark. Ja. Hai, To. Je raakte hem net te ver aan de achterkant. Fakkel, Brigadier, die pakt hem gewoon. Ja, jongens. Lekker hoor, Fakkel. Goed bezig. Ja, ik blijf maar de buurt bij me. Ik heb hem 3 keer gebeukt, anders beukt je mij eraf. Dus dat is genieten. Ook snelste ronde, Fakkel. Netjes. Ook nog. Zonder beuken, zonder gescheld, nee, zonder boos worden. Ja, je rijdt eerste. De. Oh, nee! Oh. Ah, Bakar. Alto heeft de snelste van de tijd. Nee. Dan word je toch nog laatste. Nee, ik was zo lekker bezig. Shadow heeft de snelste, toch? Shadow, ja, inderdaad, ja.
Oh, Shadow nog sneller, ja? Je had bijna Paul te pakken, maar... Ja, oh, ja, maar die beukte me er even takjes, checken. Verongeluk, hoor. Shadow, gewoon een volle seconde, man. Goed netjes. Ja, snel hoor, want dat lukt mij niet. Dan heb ik dus ook bij de barbecue wel vijf bieren op. Misschien dat het scheelt, maar... Nee, echte biertjes. Oh, Evert. Wat is met de 0.0's gebeurd? Ja, die staan in de koelkast. ik ben nu aan de 0.0, maar ik heb de barbecue aangestoken. Ik denk, daar moet er ook een echt biertje bij. Ja, maar eentje of vijf? Nee, vier of vijf geloof ik. Ja. Ah, maar dat verdampt zo snel, joh. Ja, joh. Met dit weer, hè? Kom. Even in de mood ervoor. Ja, maar kom op alsjeblieft. Ja, daar hoeft niet zonnig voor te zijn, hoor. Nee, maar dat is nu wel lekker. Even een zonnetje, even barbecue vlees gehad bij de graaf, bij de slager. Oh, barbecue aansteken. Biertje uit de koelkast. Nou, ik was helemaal in mijn element. Ja, misschien morgen even dat ding aanzet. Ik heb hem vandaag schoongemaakt, dus ik kan morgen beginnen. Echt doen. Ja, ik moet het eigenlijk altijd gelijk doen, maar daar heb ik dan geen zin in. Dan denk ik, dan doe ik het wel de volgende keer als ik weer ga barbecuen. Maar... De laatste keer was hij wel echt heel ranzig vies. En dat hoort ook een beetje, toch? Zo. Ja, ik heb zo'n Big Green Egg en die heb ik dan buiten staan met een hoesten. Wel onder het ventilatiedingetje open. Ja. Maar echt die gietijzeren dop die er bovenop zit, katsverhoest. Ja, en van binnen helemaal vol met schimmel. Ja. Echt die barbecue. Maar dat had ik ook, hoor. Ik heb zo'n Australian ding. En dan loopt dat vet naar één kant toe in zo'n bakje. En die was ook, daar zat allemaal paddenstoelen in. Oh, lekker. Perfect erin in onze school. Ja, even aansteken, alles klaar, joh. Ja. Verandt allemaal dood, joh. Kom nou toch. Ik mag gewoon vooraan starten. Het is barbecue, hè. Die maakt dat ding nou schoon. Kom op. Brandt wel weer schoon. Ja, toch. Ja. Ja, klopt, dat zeggen ze ook. Dat je hem gewoon schoon kan branden. Ja, hoe meer vet, dan roest het toch niet? Nee, dat is waar. Nou, gelukkig sta ik een keer laatste, hè? Ook een keer geluk. Eerste bocht, dat gaat nooit goed. Kijk maar. Kijk, hey, dat gaat niet. Nee! Ah, nee. Niet aardig. Oh, wat een glijhouder dit. Dat is wel een glijhoudertje, Kou. Ja, ik merk het. Wat is er door hier? Gewoon beuken, Jan. Kom op. Nee. Tech Paul. Oh, zo. Zo, wat een drift. Even een glijm erin. Oh, ook leuk. Ik denk dat er geen rubber meer op die wielen zitten na deze race. Oh, dat is niet te doen. Oh, ja, ik rij weer op mijn vertrouwde plek. Stabiel. Stabiel slecht. Ah, oh, kut. Ja. Wat een glijbak, man. Maar Waterpolo gaat steeds beter elke week, hè? Ik begon al met laatste, maar tegenwoordig zit hij altijd in de top 5. Nou, in het vorige potje niet, hoor. Het is een beetje wisselvallig. Ja, als je die auto eenmaal door hebt, dan... Maar ik moet wel zeggen, hij kan niet veel hebben als je tegen iemand anders aantikt. Dan zwabbert hij zo links of rechts de grindbak in. Ja. Yeah. Lekker val. Ja, wat voor tikkie, lacht hem niet op. Ja, gewoon een kilometer in weiland, hè, ja. Ik wou net zeggen. Ah, nee! Ik dacht al, mis ik nou een bocht rechtsaf? Maar nee. Nee. Wat is dat dan, Karel? Ja, ik knalde tegen die bandenstapel aan. Ik ging veel te wijd. Oh. Ik denk, ik kan er wel redelijk vol gas doorheen, maar... Oh shit. Hey, sorry, Mark. Heel klassiek gegoffeld. Hey, Maarten. Hey. Hey, Maarten. Nee. Jij was ook nog een barbecue, zeker? Nu? Nee. Oh. Het wordt wat te fris buiten, hè? Gaan we naar binnen, gamen. Morgen kan wel.
Ja, morgen wordt nog warmer, dus. Oh ja, morgen dan ik weer. Ja. Ik heb vanmiddag gewoon lekker 70 kilometer gefietst. Ja, moet je gewoon voor me niet werken of zo? Ja. En elke keer als het mooi weer is, dan zie ik jouw fiets of zo. Ben je zogenaamd aan thuiswerken? Dan begin je eerder, of dan doe je s'avonds nog eens een keer wat even, dan moet je krijgen. Bedoel je, nu bedoel je? Je werkt niet, toch? Ja. Je werkt pas 3 weken. Hoe kun je dat dan voor elkaar krijgen dat je dat mag doen? Ja, dat is wel knap, ja. Ze stimuleren juist bij het kadaster ook om veel te bewegen en veel te wandelen en ja, veel te gamen zo. Ja. Ik heb mijn hele timeline in mijn teams volstaan met allemaal afspraken, dus ik heb morgen ook weer strak van 10 tot 4:30 zit ik in teams, met allerlei overleggen. Ik heb echt niet voor elkaar om even tussendoor te gaan fietsen of zo. Nee, ik heb vanmiddag gewoon 1 overlegje wat om 4 uur stond. Dat heb ik verplaatst naar morgenochtend. 1 overlegje, mag ik wel blijven. Ja, zo kan het ook even. Ja, man. Hashtag vol energie naar morgen zeker. Ja. Ik zag je vacature wel langs vliegen, Karel. Nee, ja. Super gay, maar oké. Okay. Het gaat erom dat mensen solliciteren, hè? Hij is wel blijven hangen. Ja, het is toch een lastige bak, die Ferrari. Ah, track limits. Fuck op met je track limits. Hoppa, binnen. Lekker hoor. Kut, ik word gewoon 6e of 7e door die track limits, denk ik. Zat je nog een beetje in de buurt, Chris, of niet? Nee, joh. Oh, geen straf. Dat scheelt. Ja, ineens 27. Moest iemand dat gras in en weer schijnbaar terug de baan op. En dan schijf iedereen. Dus, ja. Hoe kan ik maar een 1.35 hebben? Het eerste rondje reden, toch vlak achter elkaar, toch? Ja. Eerste rondje is natuurlijk maar strak, hè? Dus dan rij je geen sneller. Maar het tweede rondje was je al, afgeketst. Of je hebt bij elk rondje een foutje gemaakt. Dat kan ook. Dat is het. Geen straf, maar al mijn tijden zijn invalid. 7 seconden fout? Ja? Nou, dat is lang hoor. Nee, al mijn tijden zijn invalid. Alleen het eerste rondje telde, denk ik. Oké. Okay. Ja, als je tijd rood wordt, dan heb je net de lijntjes meegepakt. Ja, maar geen straf. Of seconden. Hashtag, je tijd telt niet. Jammer joh. Ja. Ja, als je het maar lekker vol energie gedaan hebt. Ja, daarom. Vol energie naar morgen. Ja, ik weet ook niet hoe dat zit. Is dat dan is het waarschijnlijk na 3 keer dat je dan straftijd krijgt of zo. Ah, dat zou kunnen. Ja. Als je met... Na 3 keer ben je disqualified, hè? Oh ja, nee, dat klopt, ja. Nee, dat klopt. Ja. Na 3 keer ben je disqualified. Dus wanneer is het dan rode tijd en dat die tijd niet meetelt? Gelijk bij de eerste keer dan waarschijnlijk al. Geen idee, ja. Maar ik moet zeggen, dat tweede rondje knalde ik eruit. Dus misschien heb ik dat rondje geen track warning gehad. Dan was het alleen de laatste ronde die wel... Oh ja, dat zou kunnen, ja. Hey, ik ben nu paars. Ben ik dan cool? Dat weet ik niet. Oh. Ja. Dank je, David. Is dat een strikvraag of niet? Maar ze beginnen altijd wel achteraan, hè? Ik heb op Strava te kijken, maar ongeveer 300 mensen hebben vandaag wat gedaan. Ik denk, er werkt nobody meer of zo. Zolang blijkt af en toe een koffie kan halen tussendoor. Ja. Je ook continu strak in teams of andere dingen. Maar ja, maar dat is sowieso niet slim, hè, om al die meetings strak achter elkaar te plannen. Dan loop je bij de ene uit en ben je bij de andere weer te laat. En... Ja, maar ja. Bijna elke dag zo. Ik heb ook zo'n collega, die is altijd te laat. Maar die plant ook alles achter elkaar door. Nou, Jan, lekker hoor, eerste. Nou, ik wacht op de eerste bocht. Nee, we gassen met dat ding. Jawel, je pal achter je. Gewoon vol erin. Pal? Zeg maar, ik rem niet.
Ik ga niet rennen! Aan de kant! Lekker! Oh, jongens. Moet dat nou? Oh, Tuur, kom jij even lekker terug! Ik draai om, rustig. Oh, waterpolo, jongen! Ik werd gebukt, man! Vuile gay! Vuile gay, ja. Wat een schoonje! Ja, moet ik wel een beetje schelden op vanavond, hè? Anders is geen race aan. Zit hij ook al in zo'n roze auto? Oh! Hou eens op. Oké, ja, die was misschien wel mijn verhoop, man. Nou, misschien, laat hem misschien maar weg. Je auto's hebben remmen, jongens. Ja, even te rijden. Nee, deze redt niet. Wie beukt me nou dan weer? Ja. Je rijdt gewoon in de muur, man. Hij rent prima, die auto. Toch maar even. De eerste twee races waren lekker rustig, Chris, hè? Alleen nu niet. Hoi. Oh, kut. Oh. Ja, die vergat ook te remmen. De rem is geen probleem, die auto glijdt gewoon weg. Een wegligging van een... Ja. Je moet in de bochten moet je geen niet het gas erop houden. Ja, ga de kant op. Blokkeert de hele weg. Maar ik moet je geen tips geven, want nu kan ik er af en toe voorbij. Oh jezus. Hele auto is wel een klote. Ik word gewoon twee keer achter elkaar gebeukt. Ja, ik ben al vijf keer gebeukt. Ah, maar ik doe het zelf ook niet altijd goed hoor, moet ik zeggen. Paul. McNeil, wat doe je? Oh, nee. Niet normaal. Ik heb nog geen gele motor, maar hij klinkt niet echt heel fris meer. God, dat ding, als ik rem, stuit dat ding alle kanten op, man. Dan heb ik een beetje damage of zo. Oh, tikje. Maar gaat jouw auto ook niet helemaal lekker meer, Maarten? Nee, is gewoon weer stuurmanskust. Nu is mijn motor wel geel. Ik. Wow. Oh, er zit zo'n paars ding achter me. Nee, ging niet heel goed even. Nee, maar dan had ik al een beetje op geanticipeerd dat je heel laat ging remmen. Ik denk, nou laat het maar remmen. Het valt vast ergens in. Ja. Oh, ja, dat is niet de laat ik hier voorbij, Chris, en dan doe je dit. Ook weer jammer, hè? Maar het is niet de bedoeling dat je alle muren raakt. Ja. Oh nee. Dat is niet zo aardig gelukt, hè. Ja. Oh, wow. Oh, mijn stuur? Jezus, sorry, Chris. Ik druk het gaspedaal in en het ding gaat gewoon dwars op de muur af. Ja. Yo. Oh, Noxie. Dit is echt gewoon... Ik raakte net je kentekenplaat aan. Nou, is aardig, hè, Swaffie? Ja, je hield je netjes in, jongen. Ja, hè? Ik had meer geluk dan wijsheid was, maar... Nee, joh. Oh, nou, dankjewel. Aardig van je. Ah, die kutbak gaat niet meer zo hard. Much obliged. Ik kan wel netjes rijden, als het moet. Ik moet zo even stoppen om die achterklep dicht te doen. Ja. Zit het nog wel vier wielen op, MBX? Dat weet ik niet. Oh, jongens, niet te sturen dit, man. Ik zit gewoon elke bocht vol in de... Ja, maar ik ben in het begin ben ik ook drie of vier keer gebeukt. En die auto is echt totaal anders geworden qua besturing. Ja. Ah, gewoon niet meer. Heb je de racelijn niet aanstaan, Maarten? Of? Jawel, maar heb ik niet. De auto is het gewoon niet. Zie je toch wanneer je moet remmen, ongeveer? Oh. Ja. Tom wil ook nog eens trouwen, dus ik denk... Maar dan moet ik zeggen, yeah, dat als je op tijd rent, dat die auto er soms anders over denkt, toch? Ja. Oh, Shadow staat daar. Ja, die ging zoontje naar bed brengen of ja, zo? Ja, klopt. Oef. Lekker, Noxie. Ik zat eventjes... Je zat tegen de spatbot aan, ja zeker. Ik zat even tegen de spatbot aan, maar... Daarna werden we allebei een beetje moe, volgens mij, de laatste ronde. Her en der even wat aantikken. God, wat een brakke motor, zeg.
Nee, ja. Wat ik gemerkt heb bij deze Ferrari is dat als je bochtenwerk hebt, moet je alleen insturen en geen gas geven. Oh. En dan zorgen dat anderen niet keihard in jouw beuken en jouw 360 draaien ja, en jouw flankrammen. En, en vooral dat. De meest belangrijke, als je op het rechte stuk rijdt, dan moet je niet remmen. Dat is een goede tip. Ja. Ja. Dat is van de Cruyffiaanse waarheid, hè? En als ze op elkaar klappen, moet je vol gas induiken. Dan ga je er zo doorheen. Ja, Krullenbol heeft waarschijnlijk zijn auto stuk met een... fastest lap was een 206 en nu een 1.35. Wow. Klein verschil. Nou, kijk, Sam die komt er ook aan, dus dan zitten we toch alweer bijna vol. Oh, ik word in ieder geval weer gebukt. Ja. Vraag jij je dat? Vraag ik het, Evert. Oh ja, de eer aan jou. Vorige week heb ik het gevraagd. Ja, dat is goed. Ik zal eens even kijken. Oh nee, nee. Hachi zegt, nee, ik zit nu in een groepje bij Destiny 2. Oh. Ja, en? En? Ja. Zeg het maar, child. Wij zitten in een groepje. Ja, hij hier speelt de strijkplaylist. Ziek in Steam. En de strijkplaylist kan je de hele week 24 uur spelen. Dus hup, hierheen komen. Whatever. Dat hele spel niet. Nou, mis je niks aan, hoor. Okay. Ja. Ja, we knalden allemaal op jou, Shadow. Bedankt. Bedankt dat je me even parkeerde daar in de bocht. User joined your channel. Was heel fijn. Okutama. Ik ben blij dat er content mee was. Ja. Nou, Chan is daar als eerste. Ja, die heeft altijd geluk. Die staat altijd eerste. Ja, nou, dank je Mark. Wat heb je gedaan? Ja, ja ik heb if Chan, then first. Then first. Ja. Ah, dat werkt niet hoor. Dat scriptje werkt echt goed hoor, moet ik zeggen. If you're the slowest, then you start first. Dat klopt. Dat klopt. Nee hoor, geintje hoor. Dus ik start moet Evert die start waarschijnlijk dan als 12e. Midfield. Ja, ja. Ik help wel met de eerste bocht. Ja, als de langzaamste vooraan staat, waarom sta ik niet vooraan dan? Een beetje Bucky script. Ja. Ook Mark betalen. Ik hoop niet dat dit zijn werk is, scripts maken. Zo. Nee, dat hoop ik ook niet. Het lijkt wel een belastingdienstserver dit. Jezus. Bijna overbelast. Ja. Nee, dan zou je ook niet kunnen inloggen. Oh, zakken. Oké, jongens, laat elkaar heel, hè? Respect. Yes. Ja, alleen ik beuk jou er wel als eerste uit, Evert. We zeggen allemaal ja, maar zodra die lichten uitgaan, dan is het verkeerd. Ja. Ik druk hem gewoon in. Die auto van Evert, die flippert als een flipperkast zo die eerste drie S-bochten. Oh nee, dus is het downhill of uphill? Mark? Uphill. Oh god. Nou, dat wordt een zooitje. Ach, in de eerste bocht. De tour heen beuken. Ja hoor. Ja hoor, wie staat er weer vast, Paul? Ja, echt, hallo, waar. Ik word aangetikt. Ja, rijd toch gewoon eens een keer gewoon normaal door die bocht, jongen. Dat doe ik. Iemand dubbel er doorheen drukken. Oh, dank je, Mark. Graag gedaan. Niet? Ja, Karel die ging een muur Ja, ik ben even ik werd wel weer mooi recht gedrukt. Kan al mooie bocht nog zien. Dat is echt... Het is leuk. Ja. Als je heel rustig rijdt, iedereen drift gewoon bij je weg en je kunt er tussendoor snijden. Oh, hallo, niet sandwichen. Weet je wel hoe duur zo'n auto is? Wat kost dat wel niet? Ik ben nog geen één bocht doorgaan zonder geraakt te worden. Oh Chris! Oh, Nox, stuur! Nox, je rijdt lekker vooraan. Nee, niet doen! Oh, oh nee! Sorry! Druk me zo tegen die stilte aan de auto aan, hè? Oh, wat lullig. Hier moet je naar rechts. Ja.
Ja, Krullenbol heeft zijn auto als toos, denk ik. Het is echt, zodra die auto een beetje geraakt wordt, dan... Is gebeurd. Ja. Soepeltjes, Maarten. Er hangt iets los bij jou, Karel. Ja, een bumper. Ah, kut. Oh, die gaat niet lekker. Oh, sorry, Mark. Hangt iets los bij jou? Is dat gewoon een... Ik dacht een manier om te zeggen dat ze schulp open staat. Ja. Ik vind het echt een schijf. Geef wel ruimte, Shadow. Oh. Oh, wat gebeurt? Zo'n een pirouetje. Daan, ik duw je een beetje aan hoor. Ja, dankjewel, Mark. Sorry. Ging iets langzaam. Ja, ik stoot het tegen de muur aan die bocht. Ik heb dat omhoog, een stukje omhoog. Hij gaat net zo snel als die Fiat van vorige keer. Ja. Die Mini. Oh, dan gaat toch iets harder. Oh, sorry Nox. Had je nog niet zo verwacht daar. Zo, spannend Jan. Ja, potverdorie. Ja, ik heb nog twee kansen, maar... Ah. Nou, was het netjes, hè? Ja, ik ging laat remmen. Nice. Nee, ik ging juist heel vroeg remmen. En dan pak ik hem heel kort, de bocht. Dan maar als achtste start en als eerste eindigen. Oh, jammer. Netjes even. Dan moet je wel, denk ik, heel goed zijn. Ja, die bocht pakte je netjes, Jan. Ja, ik weet het. Maar ik was te laat met gassen. Ja. Alleen jammer dat even het eerste werd, maar ja, verder. Ja. Verder vond ik het wel een leuke race, hoor. Noxie had kunnen winnen, maar die ging opeens ergens dwars staan. Ja, klopt. Ik vloog uit de bocht en dan blijf je achter zo'n vangrail haken, hè? Is dit de laatste met deze auto? Ja. Ja, ja, wat een scheidbak. Mooi. Zijn er nog wensen voor een bepaalde auto? Of zeg je, maakt niet uit? Eentje die gewoon niet zo glijdt. Doe deze nog maar een keer. Doe die BMW. Mini. Lekker, ja, weet ik ook niet. Ik zou nu thuis moeten komen. Ik zei al voor het donker was. Gewoon een andere. Nee, ik heb het later op bed. Ja, dat kan niet, dat is de telefoon weer leeg. Ja, oh jee. Ja, zou ik anders tegemoet fietsen? Huibs krijgt op de kop van de vrouw. Ik ben zo weer terug. Wat ben je allemaal aan het doen? Maakt dat uit? Hoezo? Wie betaalt hier de hypotheek? Oprotten naar de woonkamer, move. Echt. Kijk, event ook eerste. Lekker. Ja, maar ik zorg wel voor je. Ja, je bedoelt in de ochtend smeer je altijd de boterham met je kaas. Nou, joepie zeg, poep poep. Ah, je bent toch blij dat je wel iemand hebt die je smerige onderbroeken was, Noxie? Ja, ja. Anders doet dat lekker zelf ook prima. Rijdt een keer binnenste buiten. Nee.
AliExpress, 500 stuks, elke dag nieuwe. Ja, handig, ja, hè? Tenamen noemen ze die. Ja, is handig. Eetbaar ondergoed en na een dag gedragen, inclusief chocoladesmaak. Een ja. Lekker toetje, ja. Het is handig maar race, hoor. Mijn lak weer stuk. Wow. Excusez-moi. Au. Oh. Wat? Ah, Serious Sam is er ook bij. We eten pakken, denk ik. Oh, hij zat wat. Ik reed tegen hem aan, dus. Misschien een microfoon niet aan hem staan. Oh, ja. Dan moet je zo wel even de vraag ik stellen. Ik ben er. Oh, hij is er. Nou, Noxie, aan jou de vraag. Noxie is eten pakken. Oh. Ja, poffertjes. Wat zegt u? Nou, dat Sam online is, dus je kunt de vraag stellen. Oh, ja, dat klopt. Heb je de vrouw de deur al uit? Nee. Godverdomme, jongen. Waarom moet dat zo lang duren, kerel? Je moet toch maar twee anderen kunnen hebben. Je moet wel heel erg fantastisch pijpen, of niet? Wat zeg je? Wel heel erg fantastisch pijpen, of niet? Wat zei je? Zolang niks te klagen heb, vind ik het allemaal wel prima. Ja, zo houdt je vader het ook al 30 jaar vol. Ja. Nou, die heeft genoeg te klagen, hoor. Ja, we kunnen het niet allemaal zo goed hebben als jij, Evert. Schijnbedriegt. Ik heb het ook fucking slecht. Ik heb het ook fucking slecht. Ja. We hebben allemaal midlife crisis. Maar niet alleen dat. Weinig last van. Maar ik vind het wel stijl hebben, kerel. Wat vind je stijl hebben? Nou, dat je dan gewoon van je eigen moeder over je vader zegt, klopt, maar die heeft genoeg te klagen. Ja. Dat is helemaal stijl. Nou, dan gaan we dadelijk klagen, denk ik. Hier, de eerste bocht. Dan wordt er pas geklaagd. Oh. OMG. Dit is een hele snelle auto op zo'n heel klein circuitje. Ja. Uh-oh. Nou, dat staat aan, hè, boys? Oh jee. Nou, we lukken toe. We hebben zoveel andere auto's hierin, hè? En elke keer is het dezelfde. Ik zal hierna even... Ja, dan moet ik even zeggen wat je wil. Iets wat we nog nooit gedaan hebben. Is goed. Ik ga zo even hem pakken. Maar dan moet ik niet gaan zeuren dat die auto niet onbestuurbaar is, hè? Gewoon de dan hoor je mij niet over zeuren. Sport Focus Touring Car of zoiets. Ja, maar dan, gaan we de Muscle Cars weer pakken. Als er geen BMW in zit. Nou, die TC1, die BMW, die is wel fucking goed, hoor. Ja, die gaat best lekker. Ja, heel lekker, die BMW van TC1. Echt snel en heel goed. Ja, doe jij nou dan vooraan, Evert? Ja. Wat ja. Je krijgt een bocht, hè? Dan weet ik wel wat er gebeurt. Ja hoor. Het is die baan andersom. Ja. Ja, leuk hè? Dat is een keer wat anders, Evert. Verrassing. Oh, reverse knikje. Oh. Ik wist dat hij hem. Ja, ik wist dat hij kwam, maar toch ging het niet goed. Blauwe auto, als vast Karel die achter me zit. Ja. Karel, jongen! Sorry. Oh, thanks. Je kan helemaal daar, ik zet je even goed te doen. Zakken. Ik zag hem te laat. Ik wil van jou even. Klein stukje maar. Oh, ik sla bij de stuur een tikje van de krullenbol.
Kate, ik zit gewoon in je wielkast, echt waar. Niet goed. Oh, ik ben er voorbij ook. Oh nee! Ik was zo trots op mezelf. Oh! Huh? Jezus. Nee, die geen achterhand is, Chris. Juist, dat weet ik niet. Dat zal wel zijn. Waterpolo jongen rijdt achter mij, dus dat zal zijn. Ik heb net 3 plekken ingehaald, dus ik was het niet. Ik rijd 13e, dus ik ben het ook niet. Oh, die hel. Ah, jongens! Laat mijn auto heel, kom op. Ja, is dan een fout fiets? Je kunt daar niet parkeren, hè? Dat was ik niet. Ja, maar er komen allemaal van die auto's voorbij die de motorkappen alles los hebben. Ja. En die beuken hier van alles, zodat die van mij gewoon goed sturen. Oh, maar het is weg. Ja. Die is, die heeft de mattenklopper volgens mij. Nou, ik denk dat Lana te laat thuis was. Oh, nee, het is nog geen 9 uur dus. Nee. Bij mij doen ze dat anders. Wat was dat? Oh, scherp bochtje. Kijk voor mijn zusje. Ja, dank je voor het duwtje. Hé, hey, Karel, bij mij doen ze dat anders. Dan blijven ze gewoon slapen. Als het te laat wordt. Net zo makkelijk, toch? Ja. Godverdomme. Nou, je motorkap is wel weer dicht. Niet zeuren. Ja, dat wel, ja. Ik netjes remmen voor die haarspel. Ja, dat deed ik ook, alleen de auto niet. Vraag maar aan Paul. Normaal rem ik altijd netjes op tijd, toch? Altijd, altijd. Ja. Oh, mijn motor klinkt weer brak. Ik kan niet meer zo hard. Wat, Michiel? Gaan we dit met z'n tweeën doen? Oh, dan komt die motorkap aan, al recht op mijn bakkers. Ja, ik heb nu een soort kaart ervan gemaakt. Ik zie het. Heb je hem al recht gebogen, Karel? Zit je achter mij, Karel? Achter wie zit ik? Ja, ik zit achter Chan. Maar mijn motor klinkt een beetje brak. Ik ben bijna al mijn bodywork kwijt. Dan weet je wel wat er gebeurd is. Hij gaat niet zo hard meer. Sorry Paul. Yo, gaat goed. Ja, ik wou bij je links binnendoor, maar toen ging jij ook die kant op. Ja, dat weet je, hè? Nou, bij jou weet je het nooit, meestal ga je echt door. Daar gokte ik een beetje op. Tactiek, hè? Ja. Allemaal tactiek. Nog een rondje. Laatste rondje. Final lap. Nou kan je laten zien uit welk houtje gesneden bent, Karel. Nou, niet uit het goede hout, kan ik je vertellen. Het gaat echt kut. Er zit hier iemand in mijn nek te hijgen, een zekere swaffelaar. Goed hè? Ik heb je al 4 keer op je bumper geklopt, maar je wil niet aan de kant gaan. Nee. Voordat je het weet dat hij wat anders in zijn nek. Lekker hoor. Ja, maar daarom heet ik ook swaffelaar hè? Ja. Oh. Daar is spontaan harde rijden nu. Hier kan mijn auto gewoon niet meer zo hard, dus dan lopen jullie weer weg. Oh, Paul, wat gebeurde daar? Ja, ik raakte de kantjes. Ja, ik zag in één keer dat ik door een spook heen reed. Ja, maar. Oh, nee, me dood. Lekker, hoor. Dood, ja, nee, echt. Sorry. Was wel spannend. Oh. Ah, je ziet het in een rondetijdje, was ook langzaam. Hè? God. Nou, dat scheelt niet heel veel. Ik denk als we... Op, als rechter, op dat rechterstuk is die auto minder, of niet, Chris? Ah. Ja, ik
vond het een vrij unieke ervaring. Dat we op het rechte stuk en ik zo van tralie dan. Oké, okay, schijnbaar dus mag ik er links langs of zo dan, denk ik. Ik dacht dat ze gelijk waren. Ja, ja, stiek heel ruimte. Ik dacht dat ze gelijk waren, maar die Cadillac is dus langzamer. Ja, oké. Okay. Mooie tijd van Aito. Ja, dat is lekker. Zo. Ik wist nog van de vorige keer. Aito heeft de snelste tijd, zie je dat? Wie is dat? Ja, Paul heeft mij vandaag allemaal tips gegeven hoe ik hard moest rijden, dus... Weet je zeker dat Paul het was? Ja. Ja. Ja, jij zegt elke keer wat anders. Ja, ik verander elke keer weer, want dan hoop ik dat de techniek weer verkeerd gaat. Nee, Paul is gewoon een echte coach. Die kunnen heel goed adviseren, maar zelf kunnen ze er... Nou... Mooi gesproken. Coaches don't play. Als je nou niet doet, precies. Wat ik doe... Net zo was die turn coaches, hè? Veel ergens anders mee. Die doen met andere dingen. Klopt, die zijn heel goed eigen op andere dingen, maar wat kunnen die meisjes turnen, joh, tyfus? We beginnen met de kleine rekstok. Het is wel lekker soepel in de benen nu, hè? Na deze eerste oefening. Ja, en als je optimale strekking hebben wil, dan moet je ook je armen strekken. Oh. Nou, staan achteraan of zo? Ja, het script werkt niet goed, hè, die script. Ze staan niet achteraan. Volgens mij blijven we hangen met het laden. Shit. Verkeerde script geladen, sorry. En voor mij is het laatste scherm nog steeds een draai. Ja, helemaal achteraan, Karel. Nee, ja. Nou, ik zie gewoon dat ik het laatste scherm nog. Je ging er ook uit bij ons. Ja, klote. Irritant is dat, man. Ja. Ik weet echt niet wat dan ligt. Ik kan niet meer joinen volgens mij. Zit ik er nog in? Hij zei wel dat je gejoined was, maar ik weet niet of je er nou... We zaten waarschijnlijk net in het laatste scherm. Ben je denk ik net een seconde te laat. Oh shit. Ja, maar ik zit al een tijdje te wachten. Maar het scheelt, het is maar twee rondjes. Nou ja, weet je dit? Waterpolo heeft hetzelfde. Die heeft ook een laatste scherm dat blijft hangen. Ik was even aan het slapen bij de start. Wat komt daar hebben ze rechtdoor? Pakkel was dat. Ik zag het wel. Ik zag het net pakkel. Jezus Christus. Jongens. Als iemand doet, iemand die denkt, ik doe alsof ik een raket op 4 wielen Oh ben, jongens, maak een foto. Ik rijd tweede. Dit kan niet. dit gaat nooit lang goed. Dat kan ik je nu al wel vertellen. Dan moet je wel remmen, Flappy. Ik rem wel, kijk maar. Te laat. Ah nee! Ik word er gewoon afgedrukt. Ik was precies op de weg gebleven. Ik word er ook gewoon afgedrukt, dus Sam. Ja, dat snap ik, dat is Sam. Even, jongen. Ja, hey, jij wil met grof geweld tegen hem aanbeuken. Godstraf de middel, ik zie je wel, hè? Oh, Karel. Daar kon die, dat was geen ruimte. Ja. Lekker dan. Oh! Zo, dan mist iemand mij op een haarnaam. Ja, dat was elkaar. Ja, dat deed goed. Je vergat te remmen. Ongelooflijk onbenullig. Nee, ik remde wel, maar ik haalde de voeten snel ervan af. Zo, dat was dom. Oh, dat is jammer. Heet het eerst? Ja, ja. Was... die zon die is fijn, zeg. Het was zo'n Mongolen actie. Nou ja, ach. Oh, die jongen, die Chevrolet of zo, die klinkt ook anders. Ja. Veel lager. Hier moet je echt wel op tijd remmen hoor, die bocht. Ja, de haarspeld, hè. Dat moet in elke bocht, hè, Mark. Ja, dat klopt. Goeie maar... tip, Mark. Echt waar. Wat doe jij dan, Mark? Ja, die klapt daar weer half onderuit. Ik had jeuk aan mijn hand, dus ik moest even trappen, maar... Oh. Ik heb een paaltje omver gereden, ik kreeg gelijk een warning. Mag niet, hè.
Maak je eigenlijk een foutje daar, maar het valt mee hoeveel tijd ik verlies. Oh, iets te laat. Ah. De derde plek is nog in zicht, Mark. Ja. Sorry, Michiel, ik maakte een stuurfoutje. Ik had nergens last van. Shit. Ja, daar houdt hij wel van, hè? Misschien doet hij dat al telkens met zijn vriendin. Kak, 5/4. Of zijn vriend, hè? Zo, Evert, 1:45. Hoe dan? Ja, lekker. Lekker tijdje. Ah, 2 seconden straf. Wat voor ben ik vijfde? Hoe dan, Karel? Snelste rondetijd 1:56. Ja, hoe dan? Mijn tweede rondje is dus... tijd afgepakt. Terecht. Nee, niet terecht. Wie is er nou plus 4 seconden dan? Pakko, jij moet het meer hebben van de slome auto's, of niet? Ja, die slome auto's, dat ligt me wel goed. Lijkt een beetje op het echt, hè? Doen we als laatste nog even de minis, hè? Oh, nee. Nou, dan heuvel op. Ja, die hebben we nog nooit gedaan, hè? De heuvel op met de minis. Ja, vorige keer. Ja, vorige keer. Ja? Het was traumatiserend. Ja, nou zegt hij weer Snipes playing grid. Ja, ik probeer te joinen, maar ik kan het spel wel opstarten, maar ik kan volgens mij niet joinen ofzo. Ik kan ook niet meer joinen. Oh. Ik doe niet met al licht. Ik heb de game niet opgestart, maar als ik probeer te joinen, staat de optie er niet. Ja, dat heb ik ook. Niet bij je shift tap en dan in Steam en dan op meespelen bij iemand. Ja, maar die optie is weg. Zeg maar. Oh, ja, dat is nog precies zo. Alleen kijken, zeg maar. Maar joinen kan niet meer. Nou, misschien nu wel, hè? Of misschien omdat we in een game zijn. Ja, maar normaal ga je er wel naar de server toe, de keer gewoon bij iemand spectator. Ja, nee, dat klopt. Ja. Oh ja. Is het proces grid wel helemaal afgesloten? Hè? Dat is de AVG-regels. Nou, ik had hem met gewoon 4 taak binnen het afgesloten. Oh. Dus ja. Ik heb precies hetzelfde, ik kan ook niks meer. Dat is wel raar. Anders moeten we even terug naar de lobby. Ja, moet ik even afbreken? Ja, anders kan wel van Ik heb de 2 races ben ik eerste geworden en ik start nu weer als eerste. Dat is jammer. Maar ja, doe maar anders. Maar af. Ja. Ik ben ook ja. Ja, ik heb hem afgebroken. Oké. Dan kunnen we verder rijden. Ik doe ook even quit the session. Dus de match. Moeten wij er ook uitgaan? Ja. Ja, schijnbaar. Mij loopt nu alles vast. Oké. Okay. Je kunt ook in je eentje blijven racen in die sessie. Ben je wel. We hebben net 2 races gereden. Bij alle 2 was ik wel eerste geworden. Dat was een ideale positie om overal eerst te worden. Ik kan me daar helemaal niks van herinneren. Nee, ik ook niet. Je zegt dat nu wel, maar... Normaal hadden we van die screenshotjes in de app groep, maar die heb ik normaal niet nu. Nee. Eens even kijken. Heb je er al eentje gestart, Mark? Nee, ik ben nog aan het Hier hebben ze ook die Ford tegen die Ferrari. Is leuk. Doe je de auto zonder... Doe je nu de auto die we niet nooit gereden hebben? Nou, eens gaan we eens even kijken. Dan hebben we... Even kijken. Ja, we hebben Super Modified hebben gehad. World Time Attack hebben we gereden. Stock Cars kunnen we dan doen. Pro Trucks. Moet ik al kunnen joinen of moet ik even wachten? Oké, gaan we dat doen. Die. Ik zie die optie nog steeds niet. Nee, wacht even. Oké. Ja, ik zie hem. En nou niet... Dedelsmarkt. En nou niet gaan zeiken dat hij niet lekker rijdt, want jullie wouden een auto hebben die je nog nooit gereden had. Ja, dat heb ik niet gezegd. Ben benieuwd. Oh jee. Ah. Oh jee, wat is dit nou weer? Maar is elke auto nieuws een beetje?
Ja, volgens mij kunnen we nu meespelen. Ik zit in één keer in Destiny, maar ik join op Hachi. Even kijken. Meespelen, jij zit er nog niet bij, Shadow. Ja, via Mark kun je meespelen doen. Ja, hij zit er al lang in, hij zit te kutten. Skirmish. Mark, kan je nog steeds andere auto doen? Nou gaan we deze auto doen mee. Ook. Nou, deze hebben we al gespeeld, Mark. Er zijn zoveel auto's kiezen. Deze hadden we nog online gespeeld, nog samen. Nou, alleen op de oval track. Nou, dat is... Je moet gewoon GT3 doen of zo. Dat is leuk. Ja? Snelle auto's met veel grip. Nou, wacht maar even dan. Edit event. Ah, dat is wel leuk, dus. Kijk, een truck, wat is dat voor ding? Ja, we gaan gewoon een keertje met de truck. Ja? Oké. Okay. Doen er wel de moeilijkste races, hè? Ja, ja. Dan gaan de mensen nog meer klagen, toch? Ja, ze gaan nu al klagen, dat weet ik nu al. Zo, we gaan Shadow verduwen. Mooi. Lekker bug. Op de kamer sprint met zo'n bak, oké. Okay. Yes. Oh. Jezus, een race in de avond, gadver. In de night. Ja, Kut jullie willen niet steeds hetzelfde, dus... Buitenlandse baan, ik hou niet van buitenlandse baan. Belong to the night. Het is maar 3,7 kilometer, dat is niet de hele baan, dus... En dat zes keer? Je moet er snel bij zijn. Ja. Nee, het is maar een klein stukje van 3,4 kilometer, dus... Hmm. Wat een vierkant ding, zeg. Yes. Ja. Ja. Het is wel een allemaal met zo'n poster op dak rijden is leuk. Oh, maar wel eerst starten. Nou, dat wordt echt drama, dit. Want? 50% of 50%? Ja, die auto rijdt niet echt lekker, zeg maar. Oh ja. Goed, dat merk je vanzelf wel. Dit is dan van bak dan. Ik heb hier nog nooit mee gereden. Die gebruiken ze bij de NASCAR. Die zuidelijke staten, die zijn er gek op, die pick-ups. Mm. Maar dat is maar meer de oval. Brother. Ik heb nog geen bocht gezien. Oh, we beginnen hier. Oh, dat ding stuurt gewoon niet. Nee. Toe is gek. Nee, lekker die bocht. Stuurt echt helemaal niet met deze auto. Ik hoef niet eens te sturen. Dat gaat vanzelf. Ik word gestuurd. Ik reed op twee wielen net. Wie zei dat ook alweer? Niet steeds dezelfde auto's. Oh, wat een bak, joh. Kijk, maar nou is het wel een roulette wie eerste wordt, hè? Oh, dankjewel. Oh! Oh, dankjewel. Wat een glijding, hè? Hij rukt wel op de bocht gewoon door, hè? Hij brult wel lekker, hè, die auto. Oh. Van de pal, het was in de muur gedood. Sorry. Nee. Maar je hebt je klep openstaan. Ja. Ah, nee, niet op het gas. Ik word door vakkelbrieven hier op het gas geduwd. Wat een heuvel. Oh nee, bergrand. Ah jongens, het ding wil gewoon de bocht niet door, man. De vakkelbrieven hier tikte mij gewoon eraf, man. Maar niet expres. Ja, dat nee. Komt er die rare auto. Dat scheelt. Hé, hey, eerste. Ha. Wat? Wie is er al bij het eind dan? Ja, gewoon... Verdomme! Ik zit nog aan het begin. Hoe dan? Kijk dan! Oh, dit wordt een did not finish. Paul, derde! Derde! Wow! Netjes, Paul. I love this car. Paul, derde? Ja, ongelooflijk. Paul is, gewoon blind, nou, doen. Paul is gewoon blind naar beneden gegaan. Die heeft niet eens gekeken op het scherm. Die Dumont Type 37 auto is wel heel okay. Is wel mooi, hè? En de bochten. Ja. Ja, stel reed wel lekker naar. Ja. Ja, hij was wel degelijk, moet ik zeggen. Nou. Ja. Hij gaat niet gauw kapot. Als je even klappen nou. Oh. Alle lampjes branden bij de eerste bocht al. Zijn de meningen over verdeeld, hoor. We hebben dan weer 5 rondes met deze auto. Damn. Ja. Oh god.
Ja, jij zegt ik wil andere auto's. Dus nee, ik heb niks gezegd. Oh. Slecht idee. It wasn't me. Ik was het niet. Je kunt net zo goed mee met de muis gaan rijden, want sturen maakt niet uit. Nou, je hebt nu wel andere winnaars, hè? En mijn Karel wordt nou eens een keer eerste, dus... Tja. Ja, en dan haalt hij altijd de race nader op, toch? Nee, nou gaat Karel het afmaken. Hij wil nu ook het toernooi winnen, natuurlijk. Nee, niet met deze auto. Oh, er is weinig bochten. Ik vind die vraag niet meer slippen, hoor. Parijs. Parijs? Ja, Parijs. Parijs. Maar niet zo heel veel bochten, volgens mij. Heel klein baantje. Ja, anders dan loopt even te mal te huilen. 5 races en dan ook nog van die grote banen. Sta ik ergens. Oh. Nee, dat is wat zo vreemd, hè? Dat je dan in principe klaagt over aantal rondes in een racespelletje. Ja, precies. Ja, alsof bij de groenteboer klaagt dan over groenten, weet je wel? Hey, je moet wel wat te klagen hebben. Wat? Heb je nou alweer bloemkool? Gadver die appels, man. Wat de fuck doet dat hier? We kunnen ook een keer 99 ronden doen, dat is het maximale. Oh. Oh. En dan de oval. Wie het overleeft. Ja. Groentes, je weet ook wel wat de toppen van groentesext is, toch, Noxy? Wat zegt u? Op het van groenteseks. Fruitseks. Fruitseks, ja? Ja, dat is een... Sappig. Dat is een banaan in je pruimperen. Eventjes een persikje opensplitten, hè? Nou, wie heeft die medion? Oh, ik moet hier enter drukken, sorry. Nou, doe het nog eens. Ja, hij wil niet meer vooruit. Nou, ik had dan wel gehoopt dat ze nog eens een keer met een patch zouden komen. Lang. Tja. Hij is niet te hopen dat iemand er dan uitklapt. Maar... Maarten is er weer bij. Ja. Dus heel erg lang. Ja, ja. Hé, hey, maar Maarten, heb jij nou zo'n Black Bastard, jongen? Ja. Zag ik dat goed? Ja. Goed, hoor. Cool. Je denkt uitklopt, want ik zie 600 plaatjes. Zij je? Zo'n grote? Ja, zo'n grote, ja. Oh. Geïnvesteerd. Ja. De extra large. Nee, de large. Mooi. Sorry, Bakar, ik parkeer hem even bij jou. Ja, weer. Ik merk het. Wie zit achter me? Dat allemaal. Oh, dat is een gele bak. Nou, jullie zijn al begonnen? Ja. Weer blijven hangen? Wow. Ja, het lijkt wel. Alweer, hè? Alweer in de tunnel. Hoe presteren jullie ook? Ja, ik word gewoon zo neergezet, hoor, jongens. Mijn auto is nu een hoepel. Ja. Oh. Oh, helemaal kapot. Ik kan ook niet meer ontwijken, joh. Ik kan ook niet meer sturen nu. Oh, ja. En dat, sorry, Maarten. En dat publiek maar juichen, hè. Geweldig. Ja. Rijg op hier, Paul, jongen. Niet vlak voor mij, licht. Michiel, je motorkap zit los. Alles zit los. Oh, Safla. Een mooie manoeuvre, hè. Ik klap lekker, hoor. Tunnel. Oh, deze bocht gaat helemaal fout. Oh, ik heb een klapband. Hey, ik kreeg een heel klein tikje in die tunnel en toen stond ik in één keer over dwars. En toen stonden er 6 man tegen me aan, volgens mij, in de vorige ronde. Oh, ik kan gewoon niet eens meer rijden. Ik heb elk lampje wat kan branden, brandt. Ja. En elke band is... Ja, doen we het weer. Ja, maar ik ging ook in die tunnel weer op, dat was ik. Oh, jongens. Ik ging in die tunnel, oh. Mark is er nog slechter aan het maken. Maar hij wil niet meer sturen. Zijn jij ook kapot of... Nee, ik wil niet laatste worden. Mark is er nog slechter aan het doen dan ik, echt waar. Hoe kan dat? Mijn vering is kapot en mijn stuur. Ja, ik heb ook alles geel en mijn stuur oranje. Ik heb terminal damage, dus ik ben eruit. Oh, daar gaat mijn achterband.
Dat ding rijdt voor geen meter meer, man. Je hebt nog wielen, eventjes niet zeuren, ik rijd op drie wielen. Mark, die rijdt op ijzertjes. Ik ben twee keer in die tunnel dwars gegaan, maar raak ik maar de zijkant of zo, ik weet niet hoe dat werkt. Maar, oh, ik ging sturen. Zijn er ook mensen die ook twee klapbanden hebben, zoals ik? Ja, 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 ik ook. Ik heb inmiddels. Aan de ene kant dan rijd ik op de velgen. Ja, ik ook, ja. Ik heb aan de rechterkant heb ik helemaal niks meer, Mark. Nee, ik heb nu ook drie gele lampjes. Drie? Motor, vering en stuur. Allemaal fonkel. Nee, Paul, aan de kant. Oh. Nee. Ik denk dat het gewoon een DNF wordt. Mij ook. Ik ben gewoon zo krom als een hoepel nu. Oh, dit schiet niet. Oh, aan de kant van. Oh, fuck. Ja, weer over de deur zitten. Hij wil niet meer sturen. Ah, dat is zo vervelend. Ik ging zo leuk met die verrotte auto. Gosje, mijn zeg. Alles bevallen. En dan crashen ze voor mijn neus en dan kakt er gewoon niet meer tussendoor ook. Ik ga wel achteruit rijden. Hey, niemand heeft een voorkant weer. Oh, ik heb nu drie klapbanden. Als ik nog één heb, kan ik weer normaal rijden. Hey Paul! Ja! Die van jou rood! Ik rijd gewoon door je heen. Want ik heb de finish ook nog gehaald, dat is bijzonder. Ja, ik ook. Zonder banden. Ja, ik heb nog 40 seconden, maar ik ga het ook nog halen ook. Even, je moet even meekijken bij mij. Oh, Paul! Ja! Ja! Ja, ik ga het halen! Ja, het is nog gelukt! Wat een bakje jongen, die Amerikanen, erg erbij. Een beukfeest weer, hè? Jongen, jongen. Ja, ik ga het halen! Ja? Ja! Ja, net! Ja. Nog 3 seconden over. Wat een kutauto. Ja. Ja? Verschrikkelijk. Snap je nou waarom ik steeds dezelfde auto's kies? Nee. Ja. Oh. Nee, nu is het weer gezellig. Kom op. Jezus. Nou. Ik hoorde Chan alleen maar klagen, maar hij is wel derde geworden. Ja, ik ben de tunnel ben ik 0 keer doorheen gekomen. Hoe kan je dan derde worden? Ja. Nou ja, ik weet niet. Iemand anders duwt best steeds eruit. Oh. Uit die tunnel. Ja, hey, ik ben ook 3 keer in de tunnel erop geklapt en rondgegaan. Ja. 3 keer, alle 3 rondjes. Nou, dan weten we nu wie het was. Het was me. Er staan dan 3 auto's naast elkaar en dan kom je met 200 erin rijden. Ja, wat moet ik dan doen? Remmen? Dat heeft ook geen zin. Oh, weer een circuit met bochten. Oh jee. Nou, je valt geen tunnel. Die tunnel is echt killing. Ja. Wel spannend. En je ziet een hoop rook. Je gaat er gewoon blind in. En er staan 2 mensen over dwars, hè? Dus je kan ook niet remmen. Dat heeft helemaal genut. Je kan niet ontwijken. Nee, dan kan je beter gas geven. Gas bijgeven. Ja, dan kan je beter doorheen gaan jagen. Je staat gewoon vooraan, Mark. Ja, mag ik ook een keer? Jezus, ik sta elke keer laatste, man. Niks mis mee. Is het een baan waar je track limits kan krijgen? Ja. Dus je moet wel op de baan blijven. Het is bijna alleen maar S's. Links, rechts, links, rechts. Deze glijbakken links, rechts, links, rechts. Nou. Oh, Maart. Maart, denk ik even een biertje pakken. Ik was even het anders van. Ja. Ik haal jullie wel even in. Nou ja. Nee joh. Tussen links en rechts er weer allemaal niet in de eerste bocht, dus... Nee, niet weer jij! Sam! Ik krummel, schrik van zijn leven. Open de weg. Je moet ze niet aan de achterkant aantikken, die auto, want dan sta je echt achter de sporen. Ik vind het wel cool, die auto's die gewoon al die zand zo voorbij rijden. Wel vet uit. Dit zijn toch terreinwagens, of niet? Ja. Oh, hou dat stuur toch recht, man. Doe het normaal.
Mijn god, de slippen die bakken zeg. Ja, ik dacht dat die BMW erg was, maar... Het kan dus nog erger. Het kan nog erger. Nou, ik heb nog erger hoor. Muscle cars, die zijn nog erger. Camaro en zo. Ah, damn it. Nog meer remmen daar. Zelfde soortje toch? Gaan met tijd weer. Ik was al slecht, maar met deze bak bak ik echt helemaal niks van. Nee. Nou, het is best stevig autootje hoor, ik heel veel met beuken. Waterpolo jongen, wat voor alternatieve routes neem jij? Ja, hij vloog uit de bocht. Aito. Oh, fles jongen, vuile kut homo. Dank je, ik hou ook van jou. Oh, tik je mij in het gras hoor, ik lag derde. Ja, op, daar kan je niet inhalen, hè? Kans dan moet je even op je beurt wachten. Oh, moet je horen hoe die praat, hé. Lekker beleren. lekker beleren. Je lijkt wel een beetje op, hoe heet die Thai? Vorig jaar bij Max. Die ging ook op punten inhalen waar je niet kan inhalen. Ah, ja. Fuck. Albon. 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 Ah, die is ook twee keer door Hamilton eraf. Ik heb helemaal geen straf uitgekregen ervoor. Kutbak. Nou, best de tijd toch? Pavel, net nog zo'n fijne auto, maar nu... Ja, het wordt minder. Het wordt minder. User in your channel timed out. Oh jee. User in your channel timed out. Oh jee. Op de... Team schrik een beetje te prutten. Want iedereen klinkt ook heel brak. Ja. Ja. Het is een aantal hier, hoor. User entered your channel. Ja. Hier een knopje. Ziggo of KPN? Volgens mij is Ziggo, hoorde ik. Voor iedereen in het uit? Of... Nee. Ik ben gewoon erin. Ziggo. Ja. Geen probleem. Ja, nu klinkt iedereen ook weer normaal. Ik hoorde er twee uitklappen. Ik ben KPN en daar draait TeamSpeak. Wie klapte er nou nog meer uit dan? Want ik hoorde niet alleen Waterpolen, jongen. Was er nog iemand die eruit klapte? Nee, die heeft het denk ik nog niet door. Oh. Ja, bij mij komt die automatisch weer terug, dus ik weet niet. Oh. Zit je nog wel in de race dan, Daan? Even kijken, ja, volgens mij wel. Ja, ik sta achter dus. Iedereen zit er nog in. Alleen TeamSpeak vloog er bij mij uit, dus dat voel ik een beetje raar. En in TeamSpeak staat dat de Swaffelaar en Waterpolenjongen binnen vloog. Oké, okay. Zullen jullie horen mij niet meer? Jawel. Nee. Jawel. Nee. Helaas, helaas wel, maar... Auto reconnect. Hey, wel beuken, homo's hoor je altijd van mij ver, toch? Nou, dus net 1-0 gemaakt door Nederland. Goed, wow. Na 40 minuten. Ja, dat is echt belachelijk. Ongelooflijk. Tegen Cyprus of welke land moet je spelen? Gibraltar. Gibraltar. Oh mijn god, zeg. Ja. Gibraltar uit. Altijd lastig, jongens. Altijd moet echt 14-0 worden. Ja. Ja, niet meer lukken. Die staan letterlijk 209e op de wereldranglijst van landen. En er zijn iets van 220 landen. Yes. Ja. Maakt niet uit, dan hoeven we dat WK ook niet te boycotten. Is dat maar darten? Nee, voetbal. Oh. Oh, jongens, ik kan de bocht niet eens zien hier. Kom op zeg. Wie was dat naast me? Sorry meneer Snipes, dat was ik. Maar de eerste bocht ging goed. Laten we daarop focussen. De eerste bocht ging goed.
jezus, moeten we deze... Ah, wie was dat? Nox! Ja, maar niet dat de zwaffelaar zo goed is, maar iedereen verneukt het gewoon. Iedereen beukt elkaar en zwaffelaar rijdt gewoon door. Ja, ja, en dan zo meteen, ja, ik ben de eerste. Ja, ik heb één beuk, gehad, maar ik gleed gelukkig goed weg. Jezus, Jan, wat heb jij met je auto gedaan? Nou, ja, iemand naast mij, die had me gebeukt aan de zijkant. En toen kreeg ik turbo damage. Oh, je bent al, is het al exit, Jan? Nee, hij ging opnieuw spawnen. Oh. Had ik ook. Oh, dan gaan we motorkap. Oh nee, dat is niet eerlijk, dan ben je lichter. Wie hobbelt daar zo? Ja, ik hoop dat ik niet een klapband krijg, man. Oh shit, ja, ik toch moet remmen. Deze auto's krijgen wel snel klapbandjes. Zwaar. Oh, Aito. Ja. Ah, sorry. Nee, dat is gek. Dat was een beetje te gek. Oh, wie is dat? Sorry. Mijn kofferbak. Ah! Als je deze auto van achter duwt, dan ben je lost. Ach, nee, die doet niet mee, toch? Nee, dit is extra nitro injectie. Wat houdt dat nitro in dan? Wat is dat voor stof? Extra boost. Nitroglycerine. Stikstof. Nee, als je dat in de machine spuit, dan... Nitro oxygen. Krijg je, ja, maar heel die veel... motor gaat er harder van draaien, of wat, ja, gebeurt er? Ja, dan krijg je dikke meer explosie. Toeren. Chemische formule NO2, dan krijg je heel veel zuurstof in je motor. Ja. En daardoor ga je harder. Nox, wat doe je nou, jongen? Ik ga naar rechts sturen, joh. You're in mid-pack, going into lab 2. Nou, Evert, gefeliciteerd, jongen. Dank je, dank je. Goed bezig. Oh, jongen. Sorry. Net goed. Ja, vind ik goed. Nou, op een gegeven moment raak je wel een beetje aan die auto gewend, moet ik zeggen. Oh ja? Ja. Dat heb ik dus totaal niet. En nu rijdt hij echt geweldig, joh. Echt. Ik heb mijn force feedback die rijdt voor mij, echt waar. Oh. Ah, jongens, stond toch op met die stomme muren. Ja, krul je weer lekker op. Oh, wat een glijbak zeg. Pap Shadow, we kunnen die waterpolo jongen hebben. Of is het Paul die... Lang zeker, ik rij achter, voor mij ben ik niet dit keer. Ah, dat is Paul. Wat? Hij is zesde, Paul. Ben je? Hij is 60. 60, ja. Netjes. Ik wil heel overkomen, hè. Ja, Robert, kom op, pak me. Je komt kunt ie. Het. Komt-ie, hè? Daar komt-ie, ja. Jammer, joh. Nee. Net mis. Wat zijn jullie rondetijden? 1.53.8 1.54.1 2.17 2.49 1.51 Ah, kak, ik maakte een foutje daar. Zo. Oeh, Robert, spannend. Ja. Oeh. Ah. Wat doe je, Robert? Wou je me aantikken? Nee. Ik wil wat later hebben. Maar ja, dat Final lap nog een rondje? Ja. Nee, oh man. Wat nou te zeg. Bak met een scheidbak, hè? Ja. Daarom zijn ze ook eigenlijk alleen goed voor de oval, maar ja. En waar rijden wij? Wij rijden gewoon op een normaal circuit. Okay. En dat is omdat dat kan? Of? Ja, je kunt alles instellen, hè. Waarom rijden we geen ovals dan? Ja, dat kan ook nog. Maar dat heb ik nou niet ingesteld. Waarom rijdt Noxy 14e? Weet ik niet. Terminal ik damage. Denk het. Terminal damage of telefoongesprek of
Of gewoon. Of een terminal telefoongesprek. Oh jee. Oké. Wat zijn daar? Maar jij bent er al bijna even, of niet? Ja, ik zie de finish al. Lekker hoor. Bezig. Ik zet hem op. Ik zet hem op 1.49.9. Jezus. Ja. Dat was wel heel netjes. Ja. Nee, die 53 was voor mij. Ik kan er hier niet echt goed mee overweg met deze bak. Kom maar erachter dat je die gele lijntjes moet volgen. Gele? Ja, Paul, ik kom ook een beetje. Ah, jammer. Mooi klein, Sam. Oh, we worden nog ingehaald nog? Ja. Oh. Ik ben er nog niet hoor. 49, jezus, even, hoe krijg je dat voor? Lekker hè? Ik denk niet dat ik de finish haal. Ja, Shadow, was je auto's een beetje stuk? Ik ben er ook bang voor. Nou, netjes, Sam. Nog een 1,58. Ik denk het wordt een 2,01. Waterpolen, jongen, die staat helemaal over dwars. Ja, ik heb geen banden meer, volgens mij. Ik hou de joystick helemaal naar rechts, maar de auto viel gewoon naar links toe. Ah, het is ook een beetje Winnie toe. Kijk dan. Ja. Oh, nee, niet gehaald. Finish, zo dichtbij. Nee, een DNF, ja? Ja. Nog net een DNF. Nog net. Nog een rondje. Jezus, Mina, wat is dat ding kapot, zeg van jou. Echt niet normaal. Als je een tas in de achterbak gooit, valt hij zo onderuit er weer uit. Nou, nog één rondje met die schuitbak. Barcelona. Lekker vanaf. En dan geef vast een hint welke auto we hierna gaan pakken. Als we dit in het echt zouden doen, zien de auto's er net zo uit volgens mij. Ja. Nou, dan doen we er hierna nog even de Mini Coopers. Oh jee. Als afsluiter. Nee, doe gewoon de Ford Focus of zo. Of. Ford Crossword, bedoel je? Nee, okay. je hebt toch gewoon GT-klasse of zo? Met, Ja. Gewoon de GT86, jongens. Of de BRZ. Met die auto die je kan toch rijden wilde. Ja, die dat zijn de tunes, zijn dat die je bedoelt, Karel. Oh, dat zijn de tunes, oké. Okay. Doe niet tunes. Wat jij wilt. Is. Dit is dat circuit met dat kleine hopje. En als je die bocht te hard neemt, spring je zo de lucht in. En dan klap je met je auto tegen zo'n muur aan. Oh, ja. En dan sta ik vooraan met Paul. Schijnlijk deze auto, bedoel je? Ja, ik denk dat ik even achteraan ga rijden en even rustig ga kijken wat er gebeurt. Staat dan op een gegeven moment ergens dat je moet remmen? Jullie moeten gewoon doorrijden, want anders zitten jullie allemaal bij mij in de buurt. Wegwezen. Kom. Ik zat als laatste. Paul, Bij die overgang gaan we wel dwars staan. Ja, is goed. En waarom sta ik nou weer in één keer vooraan bijna? Weg. Waarschijnlijk gebeurt het spontaan, Chan. Ja, dit ja heel toevallig. Net als echte spoorbomen. Ja, Toch lijkt het wel of het één PC is die de boel vertraagt. Ja. Soms gaat het heel snel en nu gaat het opeens weer... Maar daar heeft er nog iemand een laadscherm als het goed is dan. Ik heb synchronizing voor players. Ik ook. Weet ja, ik ja, ook. Ik ook. Ja. Synchronizing. Ja. Ah, toch die Medion, hè? Mijn eigen drivers zijn nu ingeladen. Paul, eerste, ja? Ja. Ik mag als eerste tegen die van de zo, Paul. Oh. Nee, later, Paul. Ja, jij komt naar mij toe, hoor. Ja, dan gaan we al. Wie deed dat? Sam. Oh, jongens, zo voorspelbaar. Echt.
Kijk dan toch, jongens. Ik zie helemaal niks, joh. Dat is de maan. Oh. Ja, hier is die bocht die ik zei. Hier moet je remmen, remmen. Niet zeggen, niet zeggen. Waarom? Oh, wat leuk. Oh, Evert, oh, was jij? Evert. Ja, jij zei, die mocht niet lekker aan, dus ja. Nee, je moest daar remmen. Nou, Evert ging remmen, daar zeker weer plankgas, hè? Ja. Rem is angst, Jan. Niet doen. Remmen is geen angst, remmen is verstandig. Mag ik wat ben je stil, jongen? Ja, ik ga eerst. Ja, dat dacht ik al. Ik ga zo door alle rook heen en ik kom gewoon zonder krasje eruit, gewoon. Ik heb ook redelijk rustig gaan in het begin, maar dat werkt wel. Nou, ik heb ook... Nee, ik ging er gewoon blind in. Ik denk, ga nou maar gewoon plank gas geven. En dan zag je auto... zo links en rechts springen. Nee. Heeft die auto trommelremmen of zo? Wat remt dat ding bagger, zeg? Ja. Nee, hij heeft voetjes door de vloer heen. Ja. Flintstone. Ja, de Flintstone-auto. Oh, ja. Oh, nee. Lekker, Robert. Aan de kant, jongen. Het gaat wel langzaam aan jou. Oh, Maarten, jongen. Echt. Ik zit in de zandbak, joh. Oxy, je bent aan het racen en niet aan het gras maaien. Oh, dan denk ik van 2 weer 4. Oh, ik denk slipstream wel als een dolle. Dit is een overcar, hè? Dus, maar, hè? Ja. Nee, je hè? Je ziet het. Ah, nee! Oh, Karel, jongen. Karel, jij bent een buiten de vloer. Ah, wat op. Oh, Thomas. Oh. Wie was dat dan? Bakker, die ja. Chipt zo die muur in. Ja, joh. Maakt nog niet uit, ik heb er 2 ingehaald. Kom op. Ja, dat is wel zo, ja. Ja. Plus de penalties, word je alsnog laatste. Ja, ja, ik heb ook penalties, ja. Ik heb ook een mooie ronde, dus het gaat niet goed komen. Ja, die heb ik ook al gehad. Alleen toen haalde ik niemand in, was jammer. Ik zag echt zo'n auto langs vliegen. Ja, lekker Robert, goed bezig. Ja, daar is die bult er ook voor, of niet? Ja, ik zag langs. Een soort... Ja. Ik ben helemaal achter tweede geworden. Iedereen heeft zijn afgelopen. Oh shit. Zo. Tim, wat is dat nou? Laatste man, kom op. Oh. Allemaal straftijden. Oh, ja. Ja, heel vaak. Ik heb wel de snelste ronde van allemaal, zie je dat? Ja, inclusief straftijden zeker. 1.15. Hey, en tweede worden, hè? Ja, maar dat betekent dat je ieder rondje hebt afgesneden. Ja, ik heb maar 3 strafschoppen. Heb je over dat ding heen gejumpt, over die muur? Heb ik gedaan? Ik heb een keer over die muur heen gejumpt, ja. Ja. Ik miste hem echt op een haar na. Ja, als je een plankgas neemt, dan kun je hem net, dan kun je er net overheen springen. Als je het goed doet, kun je 2 auto's passeren. Ja. Je krijgt alleen wel 2 seconden straf. Ja. En eentje was helemaal goed. Hey, want dat was ja. Heb je snel een biertje pakken? Ja. Dan gaan we even die super dingen. Hè? Dat zijn die... super dingen. Ja. Minis. Die... Mini toch? Super minis. Ja, minis? Nee, joh. Nee joh, super dingen zei je toch? Ja. Super minis. Wat Michiel net zei, weet je die dingen nou? Die, Toyota. Formule 3. BRZ. Subaru. Even kijken, edit events. Je zit een beetje tussenin. Gewoon modified alleen maar. Tuner modified is dat. Kijken. Zo. Oh, wie is dat dan? Ja. Hey Chris, in plaats dat jij bent al te beuken.
Je moet jij nog eens eventjes vragen voor het goede recepten voor pulled pork. Zo. Nou, je pakt kip. Ja, pork. Of in principe Chris zegt, ja, dat is prima. Dat is 14,95 per 250 gram. Van mij Nou, welke auto zou ik nou kiezen? Ook is goed. Ja. Zou ik ook graag weten. Ja, BRZ natuurlijk, hè, jongens. Ja? Dat is mijn auto, ja. Ik heb er één. Ja? Ja. Ja, zo maakt iedereen fout, hè. Dat is prima. Nou. Iemand ervaring met een spelletje wat een goede auto is dan? Deze kan ik eigenlijk betalen. Ja, je kunt kijken. Er zitten balkjes power en weight. Dus als je dat dan zo ziet, dan zou je zeggen de Nissan Skyline. Dus die ga ik dan maar een keer pakken. Je hebt deze net echt. Een Subaru BRZ. Ja. Dat is wel stoer. Nice. Welke schaal? Ja, andere als wij hebben. Zo. Nou, dan ga ik ook maar in de Subaru rijden dan. Jan heeft gewoon voetbal opstaan. Driftauto is het. Ik vind het jammer dat er geen Renault Espace V6 3,5 liter in zit. Ja, voor de Escape. Vind ik ook jammer. Met kinderzitjes. Hij zit wel in GTA, hè, Modified. Ik dacht dat al die Espas met elektronica problemen aan de kant stonden, maar ze rijden dus. Ja, dat klopt. Tot en met de 3 liter zijn allemaal Renault motoren, alleen die 3,5 die ik heb niet. Okay. Bij mijn vader zei hij ook dat er geen motor meer in zat. Gaf die storing op het dashboard, zei hij de motor mist. Een lampje kun je gewoon uithalen, toch? Nou, dat is wel grappig. Ik had ik had de eerste die kocht. En toen zei de buurman van Shadow, die zei, oh, is dat een leuke auto? Ja, bevalt mij prima. Dus hij kocht er ook een. En gelijk na een week had hij al dat hele ding naar de tyfus. Oh, joh. Er zijn nooit meer een S-pas. Ik heb hem ook totaal losgereden, die van mijn vader. Nou, dat is knap. Ja. Ja, er kwam een ex-gedetineerde, die reed door rood. En zonder rijbewijs, zonder verzekering. En die reed echt vol op mijn zijkant in. En echt alle elektra en leidingen sprongen allemaal spontaan van die Espas. We zaten er met z'n zessen in en we reden tegen een Daihatsu aan van 600 kilo. En die... bom! ja, een soort van, maar die stond drie keer om zijn as tegen een lataanpaal. En die Espas stond gewoon hartstikke hard, gewoon midden op de weg. Alleen die was dus helemaal stuk. Dat is best heftig. Kan ik hem starten trouwens? Ja hoor. Dat kan jij wel. Maar wel ondanks dat diegene niet verzekerd was, allemaal geld teruggekregen van verzekering en zo. Is het weer een gedetineerde geworden daarna? Of is het nog steeds Of zijn de gedetineerden bijgekomen? Dat is afgelopen. Voor mij heb je daar een fonds voor. Gedetineerde van Waarborgfonds. Ja. Ik weet dat mijn vader nog 3000 euro voor die S-pas terugkreeg. En dat hij hem daarna nog weer te koop zag staan bij een dealer. Ja, zonder schade alweer. Zo, echt belachelijk. Beetje opgeknapt. Van automaatje geweest. Ja, dat ja. Maar ja, ik heb wel... Beetje lakschade. Ik heb wel kleurentelevisietjes achterin, hè. Dat hebben jullie niet in de auto. En ik heb een DVD-speler in mijn handschoenenkastje. Ik heb bijna geen achterbank, joh. DVD. Ja, ik kan wel tv schrijven. Welk jaar is dat? Ik kan wel tv schrijven. Wil je dat spelletje spelen, Mark, of niet? Maar wat moet ik met tv-schermpjes op de achterbank? Ik heb geen kinderen of zo. Nee, kun je daar gewoon Netflix op kijken, Mark? Ja. Opnemen op cd en dan kan je door kijken. Branden. Ja. Branden. Jezus, branden. Ja, 2010 of zo. Bij mij kan je barbecue branden. Karaoke als je aan het rijden bent. Dat is nog verder. Ik zou niet eens meer weten waarmee ik iets moet branden. Ik kan niet eens meer cd's in mijn computer doen. Nee, ik ook niet. Ik wel. Nee, ik heb ook geen brander meer. Ik wel. Ik heb er heel hard naar lopen zoeken, maar nee. Terwijl het voor mij zo niet aangesloten was. Ik heb hier nog een brander. ik heb ook een brander.
Ja, ik heb hem al geen 10 jaar meer gebruikt, maar ik heb hem wel erin zitten. Een oude laptop van 12 jaar geleden, maar die doet het nog. Dus... Ik heb nog een cassette deck en een pick-up. Ik heb ook nog een videorecorder. Moet je weer eens even schoonbranden zeggen. Een pick-up, dat is een platenspeler. Even. Ik weet pick-up. Zeker dat die dingen over 20, 30 jaar veel waard worden. Yes. Ja, echt een andere generatie hoor. Ik heb ook nog een bandrecorder hoor. Een tape deck. Een on-track backup systeem heb ik nog. Wel, die is voor 5 of 6 en een telraam. Vijf verschillende foto's. Heb hier ook nog een DDS1 tapeje liggen? Backupje te maken. Maar je bent pas echt een baas als je een minidisc hebt. Ja, heb ik. Ja? Zeker. Dat is echt. Dat was zo'n goede techniek. Nou, ik heb er jaren mee gedraaid. Perfect. Ja. Nou, Michiel, dan moet je hier heel goed mee kunnen rijden met deze auto. Dat valt dus heel erg tegen. Ik heb die Honda gekocht. Nee, dat is de snelste auto. Nee, jij kunt gewoon vol naar rechts. Ah, vol. Wat is dat? Rustig aan dan. Wat een fucking brief hier, dan komt er weer als een Mongool aanrijden hoor. Ja, en ik zit er voor. Doe me even goed, doe me even goed, dankjewel. Ik zit gewoon rustig te cruisen, maar van dat te genieten. Welke auto heb je, Shadow? Die is sneller. Nee, dat is niet die Honda, toch? Die rijdt wel fijn, Sam, die auto, hè? Of niet? Nee, ik begon gewoon eerst. Nou, hou we zo. Ik kak hem echt in mijn broek hier. Oh, Nox, Nox, Nox! Wel een leuk autootje. Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Nou, dat is toch al verlopen, dus... Oh. Dat kan morgen ook nog wel, dat komt goed. Nee, dat gaat over versie 14.4.1 of zo. Dat komt allemaal goed. Versie 14.4.2. Nee, jongens, 14.4.2. 14.4.3. Dat is wel grappig, want ze gebruiken hem close racing, dit. Maar ja, dat is, doe ik niet vaak. Oh, Jezus Maarten! Wat een beuk uit voor die bocht. Ik heb je even recht gezet, Jan. Thanks. God, Maarten, wat lachen. Ja, precies. Precies, hard remmen. Klap, jongens, ga stroom met de ding. Deze auto die redt wel beter, Jan. Ja, dat wel. Hij stuurt ook beter. Hoe lang duurt één ronde, joh? Jezus. Best dit lang. Is de ronde. Oh, 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 oh. Flash, dankjewel. Graag gedaan, poepie. Hey. Michiel Krullenbol rijdt heel langzaam. Shadow netjes. Ja. Nou, fokker gaat allemaal een kant op. Ik kan even jullie misschien meepakken, maar dan word je onzichtbaar, dus dat is wel jammer. Oh, Shadow, mooi. Noxie is on a rampage. Noxie is mij al voorbij. Netjes, ja. Beetje al voorbij, dan gaat, ben lekker bezig, jongen. Voorspelbaar. Ah, ja. Sam, je kunt het nog één ronde. Kate, ik zet hem zo achter je neer. Ja, dat is leuk. Verdomme. Ik denk ik gelijk door die bocht door. Oh, Paul zat er ook in het hoekje. Oh, jongens, dat was een stapel. Mag niet daar. Ook geen verrassing trouwens. En nog zeg, pak hem jongen. Op zich is dit wel een leuke klasse, moet ik zeggen. Ja, dat is leuk. Ik hoop het. Hij is wel een beetje langzaam. Ik weet niet wat voor motor hierin zit, maar ik weet niet. Het klinkt als een Leopard. Ah, ja. Gewoon een 2-liter boxermotor. Maar die is niet heel snel of zo. Nou, hij gaat toch 211. Zo, dat is langzaam toch? Nou, ja. Zo, wat namen jullie die bocht slecht? Wel, hij gaat wel vlak bij elkaar, jongens. Hij kan trouwens max 220. 26. Oh, ik heb schade. Nee, de echte loopt wat, ja. Ik heb het nog niet gedaan.
Ik heb die van mij ook nog nooit op zijn staart gedrukt hoor. Nee. Ik heb wel filmpjes gezien dat ze twee 16 rijden met dat ding, maar... Oeh. Nou, die van mij op zijn staart drukt, dan moet ik elke keer van tankstation naar tankstation. Ja, die van mij ook. Als ik een keer gas geef, zie ik gewoon de benzine weg. Oh, had ik net nodig het setje hoor. Ook, ja. Lekker. Je moet ook nog euro 98 denken. Ja, ik heb een... Even kijken, 70 liter tank erin zitten. Oh ja, ja. En ik denk dat ik 475 met een tank rij. 250 mijl, moet ik denken. Dat is ja. Wel een beetje expensive. Ja, ik zeg een Leopard all the way, hè. Ja, ik moet elke 250, tussen 200 en 200 mijl. En dan moet ik tanken. Lekker met de huidige benzineprijzen. Nou, ja, precies. Maakt niet uit, joh. Tank altijd voor 25 euro. Oh, wie zit er achter me? Ja, ben ik. Mark. Ik schamde langs je bumper. Ja, dat was heel dichtbij. Oh! Netje Shadow. Oh, die auto klinkt van leukerder. Jawel. Nou, maar ik zeg dat de ruimte zat. Ik ga echt niet inhouden hoor. Je moet remmen voor deze bocht. Dat is echt de truc. Dan ga je er zoveel sneller doorheen. Oh, nee. Oh. Sorry. Oh, ik stond bijna stil. Dat was enthousiast. Oh, ik was lekker bezig. Ja, ik kon je bijna bijhouden. Ik denk, nou, ik heb net een kans. Maar... Ah, kut! Yes! Wij zijn aan het blokken en Noxie rijdt weg. Oh, nee! Ja, je kwam niet zo lekker uit die bocht, hè, Mark? Oh, dammit. Ah, kut. Nee, ik kan ook niet. Dat ik mijn shadow aan de knok was, Noxie, hier, anders. Damn. Ah, ja. Zo, kijk dan, Karel. Het scheelt echt niks. 500ste, godver. En nou, ik denk. Mooie rondes uit, Noxie. Dank u. P5, snel man. Prima. Die Nissan 300 ZX die ging wel zo bizar hard op het rechte stuk. Hoe rijdt die Nissan Skyline dan, Sam? Rijdt die lekker? Ja, ik had niet het gevoel dat die heel snel was, maar dit was wel mijn beste race tot nu toe. Alleen op die ene bocht, ik remde voor mijn gevoel gewoon op tijd, maar jullie haalden me allemaal in de korte bocht, dus ik denk dat ik later had moeten remmen. Want daarna, ik was ook gewoon elke keer nog even dichtbij bij Shadow en Swaffelaar, maar het inhalen lukte gewoon niet. Wat staat er allemaal tussen haakjes, joh? KPGC10? Geen idee wat dat betekent. Alle tuning, denk ik, op de motor. Maar hij staat zo'n helmpje naast zijn naam, wat zegt dat? dat is alleen bij Evert. Die heeft altijd een helmpje. Nee, ja. Bij Sam. Nou, hij reed netjes. Ongelooflijk. Werd niet eens gebeukt. Maar ja, je verliest ook wel erg veel tijd als je beukt. Schiet je niks meer op. Ja. Vooral bij deze klasse. Je wilt wel vooruit schreeuwen, hè? Zo langzaam gaat het. Ja, het gaat niet heel erg snel, maar... Poes, ja, als je die... niet doen. Kom. Poes. Oh ja, is de poes weer in de buurt, ja? Poes, kom eens even. Nee! Dadelijk zit hij weer op de powerknop. Functioneringsgesprek. Ja. Oh, dat ding door de Nassie, man. Die kan. Ik word baas boos. Tip van de dag in de magnetron. Hoppa. Ping. Was in Amerika. Was een vrouw die had een klein hondje in de magnetron gedaan. En die.
Had de magnetronfabrikant had ze voor de rechter gesleept, omdat er niet in de handleiding stond dat je dieren niet mag doen. Die hond was hartstikke dood gegaan. Die heeft gewoon een paar miljoen gewonnen. Hebben ze ook in wasmachines gedaan en drogers. En... Oh, kijk, ik had een mooie bolle ogen. Plop, plop. Dat heeft nog vroeger in de kijk gestaan, dat als je een 5.25 inch diskette of floppy in een magnetron deed voor 2 seconden, kon je de virussen eraf halen. Nou, we hebben echt een heleboel mensen gedaan, maar die zaten allemaal te klagen dat de puntjes van de floppy drives, die waren allemaal een beetje gesmolten. Nou, echt een klacht hebben ingediend bij de kijk. Dat tijdschrift en die zeiden ja, 1 mensen, april. Die mogen stemmen, hè? Die mensen mogen echt niet stemmen, ja, dat is een goede test. Ik weet ook waarop ze stemmen. Die mensen die staan op het Malibu-liefde in Amsterdam de hele dag, hè? Ja. Den Haag, ja. Maar sowieso echt bijna al die mensen die hebben toch ook gewoon echt niks beters te doen in leven. Nou, ik zet als 9e. Eens kijken hoeveel ik in kan beuken. Laatste. Ja, nee, we hebben hier een heel mooi knikje. Oh, hij heeft ook echt 4 uitlaatjes. Knikje wordt drama, dat weet je nu al. Ja, dat is niet standaard, hoor. Is dat niet standaard, 4 uitlaatjes? Nee, nee, nou, die Subaru heeft ook 4 uitlaten. Ja, dat had ik het over. Oh, joh. Oh, waarom is dat? Waarom doet die mensen toch allemaal zo raar bij zijn bocht? Paniek. Waarom is iedereen zo onaardig, hè? Ook dat. Is die Nissan is echt heel snel op in een rechte lijn. Oh, ja, hè? Hey, er ging iets mis van die bocht. Dat is ook het enige, hè, wat die is. Oh, Nox, Nox, Nox. Ah, oh, wie was dat? Fakkelbegin hier. Oh, dan liet ik je ruimte, Mark. Ja, maar ik jou niet. Want ik. Ah, oh, kijk jou eens uit, jongens. Want ik wil winnen, namelijk, Karel. Oh. Die Karel die beukt iedereen, jongen, die tegenkomt. Nee. Ja, nee. Hij is zo agressief, die Karel, jongen. Ja. Hij zit je gewoon op te wachten, die Karel. Het is zo smerig. Ja, heb je wel eens. Karel is een heel klein mannetje, dus je moet wat compenseren. Ja, precies. Oh. Nou, dat hebben we gemerkt. Dat met die kleine mannetjes. Beuk je handen eraf. Geintje, Karel. Ik kan het hebben hoor, Evert. Gelukkig maar. Ik had inderdaad zo'n collega, die was 1,60 meter. Die reed altijd een hele dikke auto's reden. 1,60 meter? Ja, die had echt zo'n kussentje. Ja, die was echt compensatie. Ja. Nee, Wesley Snijder ook, die staat in zijn auto. Ja. Ja, kijk, dan krijg je als je mij beuken ook ziet, dan gaat, gaat de derde er mee heen, hè? Nee, Mark, ik nee. Maar ik zat aan je vastgeplakt. Ja, ik zag het. Ja, het is een al dacht, man. En nu rijden we gewoon 10e en 11e, Mark. Ja. Goeie move, man. Ja, volgende keer maar gewoon niet meer doen, inderdaad. Nee, hè? Giet er helemaal niks meer op. Oh, sorry, Michel. Die rijdt daar zo langzaam. Ja, die werd in de wand gebruikt. Dat is Michiel Stubbel weer. Ja, sorry. Zo. So. Oh, kom je even lekker terug. Oh, Noxie, so lekker. Holy fuck. Ja, Noxie die kan de voorleus. Ongeluk, denk ik. Het is wel spannend. Ik ga van 6e naar 11e en dan ben ik weer 8e. Die gaan alle nummers voorbij, zeg maar. Ik ging zo lekker. Ik heb iedereen lekker ingehaald net. Kom op. Nee. Shadow zit zo dichtbij me, ik schrik echt. Oh, dat is mijn lak. Hey, zeg. Ga de kant. Ga weg. En jij drukt. Hey, je hebt vandaag nog rijles gehad, Sam, dus dan moet je goed gaan. Ja, dat ging goed. Hey, je hebt voor het eerst op de snelweg gereden. Helemaal blij, je gaat hard man, 120, de snelweg. Hij mag maar 100 toch? Hè? Oh ja, je mocht maar 100 natuurlijk, Sam, of niet? Of heb je 120 gereden? Ja, met inhalen alleen. Mag dat? Nou ja, soms maar 110, maar... Beetje door de vingers, hè? Ja, wacht maar tot die camera er staat. Ja, die ziet het niet door de vingers. Nee, ja, 2 kilometer. Wie loopt er toch te pushen, maar dat was Karel weer.
was wel opgevallen dat in Apeldoorn zijn er verschrikkelijk veel controles. Iets te maken hebben met die politieacademie, maar wat een ellende, jongens. Ja, je moet gewoon je aan de wet houden hier. Ja, ik vind het terecht. Moeten ze veel vaker doen, echt waar. Ik zeg de hele snelweg vol camera's, onder 6 meter. Dat is allemaal weer belastinggeld. Nee joh, dat scheelt mijn belastinggeld, ik weet zeker. Dat scheelt jouw belastinggeld? Ja, ik rijd toch geen auto, kom op. Oh. Klitsen met die zooi. Oké, okay, deze bocht kun je dus plankgas nemen. Oh, kut! Is dat zo? Ja, maar met deze auto's is die best tricky, hoor. Oh, ja, het kan toch wel. Nee, het kan niet met die honden. Ik zie daar iemand staan met een honden, ja. Ik weet niet of iemand bij deze bocht dezelfde bedoelt als ik doorging, maar ik denk, neem maar dat je beneden rechtsaf bedoelt. Ja, ja, dat is wel prima. Althans met de BSZ, zou ik het zeggen. Last lap, let's push on to the top spot. Oh jee, ik denk dat ik zo meteen een klapband krijg. Ik hoor het gerammel van mijn uitlaat, die moet ik zo kwijtraken, echt waar. Ja, het begint bij mij ook wat los te raken, de bumper. Ja, mijn bumper op de motorkap. Nee, nee! Wat doe je? Ja, die Shadow gaat me voorbij, omdat hij veel beter is in de bochten dan ik. Ik bak daar echt zo weinig van. Ah. Ik zou je vriendin bellen en helemaal verrot schelden, echt waar. Maar die zal zo wel weer bellen, denk ik. Hoezo heb je geen tijd voor me? Ja. Bijna gebeukt, jongens. Ik zie niks gebeuren hier. Ja. En ook altijd van die beide handen opmerkingen, hè? Ja, jij hebt toch dezelfde 24 uur als dat ik heb? Ja, maar ik ben wel druk en jij niet. Voor mij schakelt niet meer lekker. Nee, nee, nee. Kutzooi. Oh. Oh, damn it, vol in de muur. Oh, je bent spel. Dat is niet best. Uur kapot aan de veren. Oh shit. Wow. Je gaat het inhalen, Sam. Mijn bumper ook kwijt. Dat dacht ik wel, Karel. Ja, dat... Nee! Hou op. Oh mijn god, haal Swaffelaar maar ook nog in de ik laatste kan met deze auto niet vol gas nemen. Wat een kutspel, zeg. Oh. Mooi. Jullie waren het knokken en ik kom er even tussen. Tuut, tuut. Ja, Shadow heeft wel verdiend gewonnen, want ik beukte hem zo vies op een gegeven moment. Shit. Nou, jullie rijden helemaal niet zo slecht. Ja, maar dit was wel echt mijn beste race tot nu toe. Alleen op een gegeven moment verpest ik het gewoon echt keihard. Ja, dat is een concentratieprobleem, hoor. Nee, geen concentratie, maar gewoon bij die bocht. Ik weet niet van... bij die gele. Ik twijfel heel vaak of ik nou moet remmen of gewoon alleen gas moet loslaten. Ja, dat moet je aanvoelen, hè. Hey, nu staat het in één keer 4-0. Echt waar? Ja? Hey, maar de vraag is, heeft ze al gebeld, Sam, of niet? Nee. 5-0. Nee? Nee, nog niet. Zijn jullie toch veel bezig met de relatie van Sam, jongens? Wat is dit nou? Dat die jongen toch lekker in zijn waarde? Nee, we proberen hem... we proberen hem voor de ultieme slechtheden te behoeden. Dus laat toch niemand in zijn waarde, maar hem wel. Nee, soms moet je er zelf achter komen. Pijnlijke dingen. Even als je mij maar niet afzeikt, hè. Want soms moet je er zelf achter komen. Of er heeft er eentje luie ouders, hoor. Nee, maar ik wil echt niet dat je me afzeikt, Evert. Daar hou ik niet van. Je weet het van jou, jongen. Daar ben ik niet van gediend. Lekkere knuffelbeer van me. Want anders krijg je een extra beuk, hè, bij de eerste bocht. Dan rij je gelijk bij de eerste bocht op twee wielen. Zullen we eens even kijken waar jij start en waar ik start.
Nou, in ieder geval niet eerste, zie ik. Nee, ik ook niet. Nee, oh, vierde. Nou, ik sta er ook niet achter. Heb je geluk. Wat was zij het? 11e. Nou, dan moeten we het bij deze race maar doen dan, hè? Dus het bij die vorige niet hebben kunnen maar waarmaken. Ah, ik moet zeggen, dit is wel een leuke klasse. Dan blijft het een beetje bij elkaar. Het is wel langzaam, maar... Die hadden we veel vaker moeten rijden. Ik heb niet het idee dat die Subaru het snelste is, maar... Ik heb het idee dat die Nissan sneller is. Ja. In ieder geval het rechte stuk. Die Nissan is volgens mij de lichtste, inderdaad. En daardoor ook de snelste. Maar die kan niet veel hebben. Als hij een tikkie krijgt, is hij weg, volgens mij. Ah, nee, joh. Ik moet wel enter drukken, sorry. Volgens mij duurt het zo lang sinds Sam erbij is gekomen. Heb jij een trage PC, Sam? Nou, dat staat bij mij waiting for players. Ja, bij mij ook. Oh, ja. Jij bent zeker de leukste thuis, Shadow, of niet? Bakar, geef nou eens gas, man. Waarom heb je zo'n poepstart? Dan ja, maak het uit bij die eerste bocht. Klap het toch allemaal op elkaar. Maakt het niet uit hoe snel je weg bent. Ik wil niet sandwich worden. Ja, kijk dan. Ja, zie je. Ja, nee, nee. Kijk dan wat hier gebeurt, joh. Waar. Ik doe helemaal niks, mijn vriend. Jawel, want je ging op slingeren en toen beukte je mij eraf. Ik ben echt gewoon weer bij de hand. Ik ga plakken, moet je niet gas geven, hè? Nou, gelukkig. Wat? Jongens. Hallo! Ik kom er niet zo doen. Nou, Karel, gelukkig rij er even achteraan. Hè? Ja. Ik ben gewoon bij de eerste vlog al aangestikt. Nou, ik ook. 360-je. Nou, dan is het de exit. Dat is klaar. Ja, maar klaar dat ik te langzaam was. Hoe snel wil je in die muur zitten dan? Nou, maar hopen dat er nog wat dooien vallen vooraan dan. Ja. Ah, dat komt goed. Oh, ik krijg gewoon penalties omdat ik gewoon het bochtje afsnij. En terecht. Ja, dat wel. Ja, dat wel. Gal, waarom rij je nog geen BRZ, joh? Wat, hè? Waarom rij je geen BRZ? Ja, Gal. Die Honda, die gaat wel beter door de bocht. Paul is een beetje oldschool, hè? Hij praat nou niet meer met een verjaardag, op Paul. Met jou. Nee, gewoon niet zijn auto neemt. Kom op, zeg. Kom maar. Jezus. Oh, Mark. Het is ook gelijk gebeurd, hè? Als je gewoon één keer 360 gaat, is het gewoon exit. Ja, dan word je niet meer eerst. Dan kom je niet meer bij, hoor. Echt niet. Het is echt... Ik heb het idee dat de Honda sneller is dan de WSZ. Op het rechte stuk, ja. En is simpel, dus het is heel dichtbij. Oh, nog snetjes. Wat is jouw top, Sam? 2-4. Oh, ik heb 2:32. Oh, dat ging niet helemaal mooi. Zo de ju zeg, wat een klapper. Ja, was ik. Ik was een beetje ingeslapen. Ik ben een beetje moe, zeg maar. Zo de ju, ik klapte me daar op de hart op die wand. Ja, dat was gewoon, ik ging gewoon rechtuit vol gas, zeg maar. Dat was het. Heb je al lampjes geel, oranje? Nee, helemaal niks. Oh. Het is net een leopard dit, echt waar. Hè? Waarom heb ik een rood rondje? Nou, dan ben je waarschijnlijk toch net met vier wieltjes... Ik heb geen warning gehad, niks. In het gras blijven rijden, Mark, als je er zit. Ja. Slechte bocht. Oh, inderdaad, hier is dat. Dat is Shadow. Oh. Ja, ik zag het, merk het. Dat een snipes die een tikkie gaf, zag ik wel. Nee, ik dacht, ik deed niks. Oké.
Ja. Het is net werk, hè? Dan huil ik al 23 jaar. Ja. Dat kort nog maar. Ja, 1 april. Nee, langer. 1 april 96. Jezus. Een lange grap dan. Ik sinds 1987. Ik mag gratificatie, Mark. 25 jaar. Nee, want het telt sinds ik officieel in dienst ben. En dat is oktober 99, geloof ik. Ja, dat gaat vragen over de jaren dat je gewerkt hebt en de jaren dat je aanwezig was. Ik zit nu op... Dat is dus 3, misschien. Ja. Ik zit nu op 35 jaar. Aanwezig of inclusief mijn diensttijd. Die telt mee, hè? Hé, hey, waterpolo, jongen. Jij kan gewoon recht door het gras aanjagen, hè? Ben je al zo oud? Ik heb een enorm stuk afgesneden. En dan zit je ons gewoon de lastig te vallen. Ik geef van 11 naar de 4, dus ik heb inderdaad deze auto. Oude baas. Ik ging even... Nee, ik heb nog Windows for Workgroups meegemaakt, dus... Dat kennen wij allemaal niet, Mark. En ja, was. En dan moest ik, als ik de printer, wat we uitprinten, moest ik de printerdriver disketten erin doen. Anders kon ik niet printen. Wat dacht je van Windows installeren, 13 disketters? Ja, ja, precies. Ja, Windows 101 had ik nog. Windows 3.nix. Larry Sweet Larry was ook 13... WP 5.1 gewoon, op een MS-DOS machine, toch? Ja, ja, dat was gaaf, ja. En niks was... Microsoft. Tijd dat je nog een potlood nodig had. Dus was het ook weer F7 was print of zo, toch? Ah, ik heb nu gewonnen van. Ja. Waarvan weet ik niet, maar ik heb wel gewonnen. Nee, is kut. Even dat zingen. Hey, vriend. Het is wel realistisch, maar het is wel. Ja, word ik voor je! God, waar heb ik hem nou? Sorry hoor. Ja, klopt, dat is heel serieus. Oh, nee, dat niet. Oh. Ik heb hem even, jammer joh. Oh, kut, dat was spannend. Wat kan er nou? Ja, omdat jij het beuken was. Oh, Chan, echt. Dus ik heb geen spannend schild en ik ging wel als eerste over de finish, Nox. Nee. Echt wel. Ik was een op mijn beeld zat ik echt een mooie grote van de tijd dat het anders is. Jezus, wat zat er om dicht op elkaar. Maar je moet geen fouten maken met deze auto, want dan is het exit. Gewoon half baan de west naar je markt, dat kan. Je wil dat iemand op de 11e plaats rijdt, dwars door het gras gaat en dan voor je opduikt. Op de 4e plaats. En dan 2 seconden de straftijd ervoor krijgt. Ja. Nee, echt waar joh. Ja. 2 seconden. Nou ja, voor de ene ronde dan. De rest van de race was in totaal 5. Maar... Oh. In één keer lag eruit. 5 seconden met deze auto is wel heel veel hoor. Ah, van 11 naar 8 uiteindelijk. Nou, nog 2 races jongens. Dan is het weer gebeurd. Hey. Ja. Hey, ik sta weer met Paul samen. Oh god. Vorig keer ging het niet goed. Nee. Nou, dan weten we wat er nu gaat gebeuren. Gaat beter. 3 keer, hè? Tuurlijk. Waar staan ze? We staan ergens vooraan weer. 1, 2, ja. 1 en 2. Oh, god. Oh, eerste bocht. Dat is die haakse, toch? Ja. Oh, nee. Ah, hier kan dus niet kapot gaan. Oh. Mark, enter. Ja, ik heb er extra geheugen er nu in gedrukt, maar... Toen hij aanstond? Ja. Mooi systeem. Hot slot pol. Heel fijn hè, zo'n DL380. Hè? Ja. Nou, ik ben wel blij met mijn laptopje hoor, die Asus ROG Strig. Laptopje gamen, niks mis mee. Jaren plezier. En je hebt geen kachel nodig in je kamer. Nou, met je PC ook niet, hoor. Nee, dat is ideaal. Prik je over een paar maatjes weer, als het 40 graden is buiten. Ja, misschien toch maar eens een keer een airco kopen. Ik bedoel, die nieuwe kaarten van Nvidia, die maken je kamer echt al warm, hoor. Zo.
Of zeg ik iets vervelends van mensen die op de boot zaten te wachten? Nou, Jaki zat toch op zijn kaart te wachten? 3090 of welke had hij besteld? 3090? Nee, toch? Dat is eigenlijk de duurste volgens mij. Ik heb ook geld te veel, of niet? Het is voor 4000 euro een kaartje kopen. Ja. Die past geen eens in de systeem, denk ik, zo lang is die. Ja, en dan is hij 2% sneller dan die 3080. Hij had een 3080 OC besteld. Oh, oké. Okay. Dat is ook zonde. Dat hij niet wacht op die TI dan, hè? Oh, ik heb heel veel auto's achter me, denk ik. Nou, Nox, rustig hoor, je mag wel langs. Je hoeft me niet te duwen, ik kan zelf gas geven. Nee hoor, weer pakken vliegen hier. Aan de kant, meneer de Zwaffelaar. Zo. Ah. Nee, serieus Sam, zo ga je maar echt door. Zo. Oh, dat was killable. Sam. Sam die glijdt gewoon via een andere bocht door. Die denkt van Ja, hij heeft weer een mooie helm heeft hij alweer. Kijk, dat pakt hij alweer niet. Sam duwt me gewoon de grindbalk in. Pakt hij weer? Ja, dat is Sam. Ja. Druk hem in de grindbalk, goed zo. Kijk, probleem opgelost. Ja. Een bal, wat wil je aan doen? Een beetje aan het rijden. Ja! Ik mensen. Armpje uit het raam. Ja, precies. Het is wel gevaarlijk hier. Raam, ja, oh, raam, nee. Raam is wel een risico. Hoppa, wat doe je? Oh, fucking hell. Ik had een 360, godverdorie. Ik kan er niet met mee praten. De Chris achter me? Ja. Dat is wel een Ultra Racing Line combo eigenlijk, zegt hij. Maar nu kan je er langs. Robotje, Mark! Ja, kijk de robotfakkel! Druk hem erdoor. Die drukt ze gewoon tussen zo. Man, we gaan hem pakken, kom op. Oh nee, ga weg. Ik reed net zo leuk. Oh, dat past Net. Jongen. Oh, Michiel, jongen. Fijn. Kom weer rustig. Het is echt schandalig. Oh, je eigen familie gewoon. Echt schandalig. Sorry, Paul. Ja, nou. Het is een straf voor de keuze van je auto. Ja. Het zijn geen toosjes meer bij de verjaardag, nee. Dat weet ik wel. Nee, dat is afgelopen. Tjonge, jongen. Nee, ik wil niet achter elkaar finishen. Nee, natuurlijk wel. Tjonge. Als je me niet had gebust, had ik gewoon nog 60 gelegen. Net niet snelste ronde. Dan tikken me. Maar dat was fakkel, hè, die bussen. Wel langzaamste ronde. Oh nee. Sorry. Nee, even ter snelste ronde. Dat bedoel ik, als ik niet gebeukt was. Paul, dat hadden we niet afgesproken, hè, laatste. Nee, inderdaad, ja. Ik reed zo lekker, man. Hoeveelste reed je dan? Tweede? Eerste. Nee. Ja, dan krijg je een tikje, en dat is gebeurd. Ja, ben je weg. Ja, dat is een tikje. Dat is gewoon helemaal vleug zelf, toch? Gaat om het meedoen, hè? Oh ja. Yeah, right. Ik kom meteen alleen weer te janken. Dat die snik als je al aflogt. Ja. Ik kon hem net niet meer inhouden. Nou jongens, laatste raceje. Jij net ook toch? Wie staat er vooraan? De laatste. Les. Ga jullie allemaal ophouden. Och, Chris in mijn rug, aan de zijkant, in mijn rug dus. Oh. Als Sam daarachter die drukt als weer naar voren, Chris. Nou, Paul, ja. Wij weer laatste. Yo. Gezellig. En dan komt Maarten, die rijdt weer lachend langs heen. Hihi. Uitdaging. Oh, ja.
Nou ja, volgende keer zet ik hem op de SSD, ja? De tape roppelt kapot. Ja, die onttrek is een beetje langzaam. Met scoozie, hè? Maar toch is dit vrij veel, ja, want soms duurt dat heel lang en nu wel echt heel vaak, maar ik heb ook wel eens dat het gewoon heel snel gaat. Ja, maar gisteravond toen we eens 8 of 9 waren, was poep, zo ja. Door. Ja, wie is er het laatst bijgekomen? Ja, Sam. Ja, hier. Ja. Netwerk van Mark, hè? Ik had niet trekken. Aangelegd door Alex, hè? Dus, ja. Oh, echt? Nou. Je drukt twee bankjes geheugen erin, 32 gig, in plaats van 4. Jammer. Hij pruttelt wel lekker. Ja, dat is een boxermotor. Ja, aan de rij stelt iedereen een boxermotor, hoor. Ja, precies. Gloves are off. Ik ga gewoon rechtdoor hier, echt waar. Hoppa. Oh, jammer. Zoveelste keer dat ik in een rondje word gebeukt. Robert, je hebt me afgesneden, ik kan niet. Op, ik werd door een roze auto gebeukt. En zo te horen... Echt niet, hoor. Ik zit hier gewoon achter jullie, ik heb jullie allebei nog niet aangeraakt. Nog niet, hè? Nog een roze auto, Jezus. Jezus. Kijk dan. Het is chaos. Ah, jullie gaan gewoon dwars door het gras heen. Gewoon rechtdoor. Jongen, jongen. Wat een stelletje pisnichten, zeg. Oh, net, ik neem netjes de bocht en mensen denken, oh, laat ik gewoon dwars door het gras rechtdoor gaan. Dan beuk ik in ieder geval een boel mensen. Jezus, Paul. Oh. Nee. Fuck, kom er dwars doorheen. Ja, dat kan ik al goed laten. Let wel op. Die twee losse auto's. Ik word gewoon het gras ingedrukt, krijg ik nog meer strafpunten. Lekker bezig, Mark. Je ja. Mocht gewoon links rijden, daar was er niks aan de hand, hè? Ja, klopt. Allemaal van die mensen die gewoon niet kunnen rijden, hè? Hallo. Godzak, ik zal je krijgen ook, aan de kant. Oh. Okay. Dus fucking hell. Stop. Ruimte creëren hier. Kom. Nou, we kunnen zo weer aansluiten, zie ik. Ja. Jezus. Oh, okay. Ik ga zo weer. Ja, ik heb nu al zoveel strafpunten. Hoe zou je nu eens komen? Ik heb de disqualified. Oh, ja, disqualified. Ja, maar, ja, ik... Lukt het jongens op het rechte stuk, ja? Ik sneeg gewoon een hele bocht af, een beetje DSQ. Oh, die krijg ik zo meteen ook, joh. Echt, ik weet je. Ik heb al 3 van die rode dingen gekregen omdat ik het gras ingedrukt werd. Ja, waterpolo jongens al 5 strafseconden en... Ja, en Chant, niet meer. Chant 2 en Fakkelbrigadier 4. Oh. Valt 2 mee? En Bakar heeft ja. 5. Ja, ik word alweer het gras ingedrukt. Oh nee, dit gaat goed. Ja, ik denk, laat ik je ook weer even recht drukken. Ja, dat is fijn. Echt weer, ik lag echt lekker vooraan, mooi in de bocht. Ja hoor, dwars door het gras, bam, recht in de zijkant. Twee ik hoor je gewoon aankomen slippen. Klopt. Ik ga even Destiny spelen hoor, doe. Ah, damn it. Net het laatste stukje. Oh! Zo, dat was hem. Ik ben niet 60, ja. Ik heb dik. Het stuurtank recht, ik zie er zo in het gras overheen. Kutzooi. Net voor de finish ook, hè. Mark, je bent gewoon derde, omdat je geen strafpunten hebt. Gewoon zeker. Ik ben maar met z'n 3 plekken gezakt, joh. 5 seconden. Karel ook. Ja. Het scheelt als je gewoon een rondje kan rijden zonder dat er iemand voor je zit, dan gaat het tenminste wat sneller. Want... Maar Mark, die reed dus achter me, en die is gewoon derde geworden en ik sta gewoon nog steeds achtste. Ja, maar het zit ook wel zo dicht bij elkaar. Het is wel fijn, nou, best een session. Ja, ik ben er klaar mee. Hey, jongens, het was weer gezellig, maar ik zie je volgende week weer.
Volgende week wel. Oh, hey, ja. Volgende week wel. Yo, later. Disconnected. Zo. Zo, tot zo, hè. Ja. Oh, ik ga richting Forza. Even wat dailies halen. Later. Yo. 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 Gaan er mensen door? Nee, ik stop ook. Nee, ik niet. Nee, ik ben, ik ben er ook uit. Ik ben er klaar mee. Het duurt lang voordat je op escape kunt drukken, man. Ja, dat... ja. Ik heb altijd 4 gedaan. Oh, ja. Ja, oké. De quick reload, hè. Nou, heren, later ze. Ja, ja, tot zo, hè. Ja, later. Hoi, hoi. Fijne avond. User disconnected from your channel. 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 Nou, rondje zolder, hè. User disconnected from your channel. Ja, Chris, is wel leuk. Doe je mee? Ja, goed. Gewoon, het kan even, je hebt nog een uurtje. Ja, meestal is het 4-5 minuten. Ja, moet ik even sturen. Ja, doe ik ook. Ik ga het stuur weghalen, want ze staat een beetje in de weg, zeg maar. Ook wel prettig dat Chris dan weer meespeelt. Ja, dan winnen we tenminste weer wat. Anders is het, allemaal leesjes maken. Ja. Oh, ik moet de hele 450 MB even installeren. Ja, ik zou hem ook niet meer afgooien, dus dat kunnen we niet meer installeren. Goeiedag zeg. Ja, maar dat ze dit niet doorontwikkelen, hè? Ja. Ja, je ziet nog steeds mensen die dat reageren op die gasten. En die gasten reageren soms ook nog van dankjewel dat ze het leuk vonden, maar we hebben andere dingen nu. Ja, dat is echt jammer. Ja, en je moet echt zoeken, hè. Want dan had je nog Defense Grid, wat Ron af en toe speelt. Ja. Dat is ook heel leuk, maar dat is al een singleplayer. Ja, en dan heb je die andere, dat ook met die poppetjes lopen, die slome beestjes die er aan lopen. Ja, maar dan eentje nieuw, maar dat is ook eigenlijk een beetje een mobiele game als het ware. Ik heb bijvoorbeeld Bloons TD6 erop staan. Die is ook single, toch? Nee, die is ook 4-player multiplayer en dan kan je dus het speelveld in 4 splitsen. Net zoals met de, hier heb je ook zo'n modus, toch? Zoiets, ja. Ja. Oh, ik moet joinen, wacht even, shit. Of zit ik al bij je? Heb je nog niks gehost? Wie, ik er? Ja? Nee, ik druk het nu aan, moment. Oké. 3 players, internet, friends only. Ja, komt maar.